Kijkt in of luistert naar Vijfstok extra, want jawel, met live publiek. Hey. Het is heel belangrijk: van als ik iets wil manifesteren, is het dan in lijn met wat ik voel. By the way, jij bent God, ik heb jou niks meer te vertellen. Baptist, nee, Baptist dit is blasfemie in de ogen van ja. heel veel mensen. Ja. Dit is blasfemie. En hier ja. hebben wij een conflict over gekregen. En toen zei hij van: uh, ik wil van mijn ego af. Ik, zei <laughs> ik zei, Hoeveel levens wil je erover doen? <laughs> Die innerlijke intelligentie creëert hier een heel mens. Maar mijn hersenen nou, staan er werkelijk geen ene van. Wie heeft het wel eens meegemaakt? Ja, bijna iedereen. Ik maak me ernstig zorgen als vader. Een van de grootste uh, stressfactoren die ik heb is van hoe hou ik ze gezond in deze wereld? De aarde heeft ons niet nodig. Uiteindelijk kan de aarde alles weer schoonmaken en wij zijn misschien zelfs wel een virus soms. Vanuit het perspectief van de aarde zou je kunnen zeggen ja of nee. Als ik aarde was, had ik misschien nog het recht van nou, nou klaar met jullie. Ja. <laughs> Hey, leuk dat je kijkt in of luistert naar vibes Talk Extra. Want jawel, met live publiek! Hey. Ja, te gek vanavond vandaag vanuit jou, het Haske. En uh, wat is het ongelooflijk fijn om zo met publiek hier te zitten. Wat een vibes, wat, uh, wat waanzinnig. En wat ben ik blij ook met mijn gasten van vandaag op de bank. Mag een groot applaus ook, dames en heren, voor Baptiste Baap En Fred Struik. We gaan een uh, geweldig gesprek uh, tegemoet. En vind je ons nou te gek, steun dan alsjeblieft onze stichting. Want dan kunnen we samen met jou bouwen aan een hele mooie nieuwe wereld. En vergeet natuurlijk niet deze video te delen, te liken en te abonneren op ons kanaal. Mannen, welkom. Dank je. Baptiste, allereerst toch even de vraag aan jou. Hoe is het met je? Want je hebt echt een wereldreis achter de rug. Kun je toch heel in het kort even <laughs> iets vertellen? Want ja, je zou vanmiddag al inchecken bij ik, ons op de ik camping. Ik zou om half zes willen zijn. Uh, ja. Maar ik kwam hier denk ik aan om kwart. Voor acht. Ja, en je bent scherp uh, en fris. En... Ik ben scherp en fris. Ik heb goed naar jullie gesprek kunnen luisteren. Dus ja. dat, dat is de winst. Uh, nee, ik heb twee grote files gehad. Eentje bij Breda en eentje bij Utrecht. En, uh, vrijdag is altijd een vervelende dag. Maar ik denk altijd dat het altijd weer cadeautjes geeft als dingen een uh, tegenzitten. Kruis zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. En volgens mij. Altijd absoluut voordeel. Mooi, goed zo. Fijn dat je er bent. Ja. Uh, kun je misschien toch even kort uitleggen... misschien ook aan de mensen thuis, maar ook de mensen hier in de zaal... Dat, wat ben je op dit moment eigenlijk allemaal aan het doen? Ik zie <laughs> dat je heel veel weekenden <laughs> ook bezig bent met van alles en nog. Um, je altijd tekeningen voorbij komen? Ja, nee, ik, ik ben heel veel met, uh, ik ben met, met twee nieuwe boeken bezig. Okay. Um, maar ik ben ook heel veel bezig <laughs> met remote viewing. Ja. Remote viewing is een uh, techniek... Uh, oorspronkelijk ontwikkeld uh, door de CIA en het Amerikaanse leger... Um, op Stanford. En dat is techniek waarmee je. Um, en de term zegt wel, remote viewing: dingen op afstand kan zien. Um, maar je kan ook mee naar de toekomst kijken. Dan moet je wel aan allerlei protocollen houden. Het is niet zo simpel, want mensen denken: oh, kan je in de toekomst kijken? Ja, je moet al, wel allerlei dingen doen en allerlei protocollen moet je in acht nemen. Maar dat, daar hou ik me heel veel mee bezig. En ik, uh, ik heb dat jaarlang in Amerika gedaan. Maar nu leid ik ook mensen op hier in de Benelux. En, en waarom vind je het zo belangrijk dat dat om hiermee aan de slag te gaan, om dit mensen mee te geven. Omdat het, het is helemaal wetenschappelijk onderbouwd. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Er zijn drie universiteiten in Amerika waar er heel veel onderzoek naar gedaan is. Dat is uh, Washington State University, Princeton, Peer, dat is Research Lab van Princeton, en uh, op Stanford, waar het oorspronkelijk ontwikkeld is. Uh, maar remote viewing laat zien wat wij allemaal met ons bewustzijn kunnen. En het is ook fijn dat het wetenschappelijk onderbouwd is, zodat onze uh, uh, brein eigenlijk toestemming krijgt om in te geloven. Heel veel mensen, zeker in een land als Nederland, zijn heel nuchter en die hebben vaak wetenschap nodig om mm. uh, ermee aan de slag te gaan of om erin te geloven. Merkte jij, dan, merkte jij dan een verschil met als jij dingen deed in Amerika op dit vlak en hier in Nederland? Nou ja, Dat... ik, in, 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 ik, ik weet nog, in 2016 had ik een lezing gegeven in uh, Dauphine in, uh, in Amsterdam. Een paar honderd mensen hierover. Uh, en daarna zei ik, ja, je kan je opgeven als je dit wil leren. Toen waren er een paar mensen geïnteresseerd en nu is dat exponentieel gestegen. In Amerika heb ik heel lang uh, dit soort opleidingen gegeven. Ik heb 22 jaar geleden dezelfde opleiding gedaan. Uh, en in Amerika waren er echt hele grote groepen, 100 mensen in een weekend. En hier uh, was ik, ik op een gegeven moment vorig jaar, in juli vorig jaar, heb ik gezegd, oké, okay, ik, ik wil dit doen als er mensen zijn, als we er 12 bij elkaar krijgen. En sindsdien is het gegroeid en elke maand heb ik dan weer een nieuwe initiatiecursus. Mooi. Ja. En, en, dus dus en... mensen zijn op een of andere manier hier nu veel meer geïnteresseerd in werken met bewustzijn, de kracht van bewustzijn, mm -hmm. waar Fred natuurlijk ook veel over spreekt, gedachtekracht. Um, dan uh, laten we zeggen uh, acht jaar geleden. Uh, in Amerika zie je dat met name aan de westkust. Hè? Dus de, je hebt de East Coast, New York, Boston, mm -hmm. maar je hebt ook de westkust, dat is uh, uh, Californië, Oregon en Washington State. Daar zijn mensen over het algemeen meer met bewustzijn en spiritualiteit bezig. Hoe, hoe kan dat? En dat heeft te maken met uh, de aarde. Uh, er, komt, Fred praat er, ook over, maar er komt nu meer licht binnen. Ook hier in Nederland, uh, gelukkig. Zeker, ja? Ja. In vergelijking met, laten we zeggen, tien jaar geleden. Mm. Uh, maar Eckhart Tolle, uh, de kracht van het nu, die heeft er heel mooi over gesproken. Eckhart Tolle, de meesten hebben wel eens gehoord van Eckhart Tolle. Hè? Uh, of niet? Ja. Dat, ja. Dus Eckhart Tolle was aan het promoveren op Cambridge en hij wilde zelfmoord plegen. Uh, en de gedachte kwam op, I cannot live with myself anymore. Dus ik kan niet meer met mezelf leven. En toen uh, heeft hij op dat moment, toen hij die gedachte had... was het voor hem duidelijk dat er twee zijn. Eén, eens, nou laten we zeggen wat hij het ego noemt, maar je kan het ook de persoonlijkheid noemen. En die andere, en dat is het bewustzijn, uh, wat alles waarneemt. Wij denken dat wij zelf denken maar wij zijn eigenlijk de waarnemer van onze gedachten. Maar we, gaan, we beginnen te lijden als we ons identificeren met ons denken. We hebben eigenlijk zo'n toestel op ons hoofd... en dat is een random thought generator. Dat is een toestel dat de hele dag gedachten eruit uit, uit, gooit, zeg maar. En wij identificeren ons daarmee, terwijl het gewoon gedachten zijn. En wij zijn in feite de waarnemer van die gedachten. Maar um, om jouw vraag te beantwoorden... Uh, Eckhart voelde op een gegeven moment van... ik ga alleen nog maar die impulsen van dat hogere bewustzijn, hè, wat hij de, de, het nu noemt, mm -hmm. volgen. En op, Echte kracht van het nu. Ja, de kracht van het nu. Ja, dus niet meer dat ding op ons hoofd dat hele tijd gedachten aan spuien is, de monkey mind, maar uh, de energie in feite. En uh, hij is gestopt met met alles wat hij op Cambridge deed en is in in op een uh, park. Uh, in een park op een bankje gaan zitten. En gewoon helemaal in blis, in feite. En hij zei: laat het universum maar naar mij toe komen, ik ga alleen die energie volgen. Nou, hij zat heel lang op dat bankje, gebeurde niets. Totdat er een vrouw naast hem kwam zitten en die zei: nou, U heeft een hele bijzondere energie. Um, um, als u bij mij thuis komt om dat met mijn vrienden te delen wat u precies doet, dan zal ik uh, uh, u wat eten geven. En zo is Eckhart Tolle dus begonnen. Nu wow. Vult hij binnenkort weer uh, Ahoy in Rotterdam? Ja. Yeah. Dus, maar die, 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 die was gewoon in, op huiskamerniveau is hij begonnen. Op een gegeven moment kreeg hij het gevoel, en hij wist niet waarom: ik moet naar San Francisco. Naar San Francisco gegaan. En toen hij daar was, in één keer begon het te stromen: de kracht van het nu het boek. In één keer kon hij schrijven. En dat kon dus niet in Engeland. Uh, hij is een Duitser overigens, maar uh, hij woonde in Engeland. En in Amerika kon hij schrijven, maar wel aan de westkust, San Francisco. En toen is dat boek. Pfft, en toen moest hij weer terug naar Engeland, hij had geen geld. Maar hij moest, voor zijn moeder moest hij terug naar Engeland. En eh, toen won hij dus een, een bedrag in de loterij precies genoeg om zijn ticket te betalen, om terug te gaan. En daar kon toen was hij in Engeland en toen kon hij niet meer schrijven. En toen. Besefte hij dus dat hij wel editingwerk, redactiewerk aan zijn boek kon doen. En toen hij weer in Amerika was, kon hij weer schrijven. Toen stroomde het. Nou, heel toevallig was ik dus toen ik hem interviewde voor The Power of the Heart. Um, op Salt Spring Island, dat is bij Vancouver, dus ook British, yes, British Columbia, dus ook westkust, maar dan wel Canada. Was ik daar met hem uh, en uh, Gary Zukov voor The Power of the Heart. Gary Zukav is de schrijver van De Zetel van de Ziel. En Gary zei precies hetzelfde. Gary uh, had op Harvard gestudeerd. En uh, is ook wanneer hij uh, in San Francisco ging wonen, is hij zijn eerste boek, van gewoon door hem heen, The Dancing Woolly Masters. Dat is een novelle over kwantumfysica. En zijn latere boek, wat zeg maar zijn meesterwerk is, is De Zetel van de Ziel, The Seat of the Soul. favoriete boek van Oprah Other than the Bible. En um, dat gaat er eigenlijk over dat um, wij een ziele zijn en dat ons leven pas gaat stromen wanneer onze persoonlijkheid die energie van die ziel gaat dienen. He? Want onze ziel, en Fred spreekt daar ook over, wij zijn zielen, ja. tijdelijk in een lichaam. Maar die ziel is niet passief. Die ziel heeft intenties. En het is eigenlijk onze taak om te ident identificeren wat die ziel wil. Dus uit ons hoofd gaan en volledig dus meer connectie maken met die ja, ziel. Ja, want het hoofd is een gevangenis, uh, in feite. Um, en wat, wat hier, en, en Fred zegt dat ook in zijn werk... Pim van Lommel zegt het volgens mij het beste. Hè? Hij heeft een boek geschreven, Eindeloos Bewustzijn. cardioloog die onderzoek heeft gedaan naar mensen die sterven. en wat ze dan ervaren wanneer ze ja, eigenlijk het los van de dode ja. ja. Maar die ziel is wie we werkelijk zijn. En dat brein is eigenlijk de interface waar we de boodschappen van de ziel moeten ontvangen. En wij hebben het omgedraaid in ons onderwijs. Het lineaire, logische, rationele onderwijs is eigenlijk erop gericht om ons hier te houden. Maar dat is niet bedoeld om zelfstandig na te denken. Dat is bedoeld om. Die energie en die signalen en de communicatie met die ziel uh, uh, vast te leggen. Begrijp je? En ja. dan moet dat lichaam uh, dat opvolgen. Maar Kerry Zoekhoff noemt dat authentieke kracht of in het Engels authentic power. Dat je dus die ziel de koers laat bepalen en dat de persoonlijkheid, hè, dus het lichaam Tim Dausma, dat die die ziel gaat dienen. En, en dan ga je de synchroniciteit ervaren. Dan ontmoet je de juiste mensen op het juiste moment. Dan heb je het gevoel dat je door iets groters gedragen wordt. Dan gaat je leven in één keer stromen. Ja. En zolang je daar niet bent, dan ben je dis, heb je die disconnectie van die ziel. En dan is het leven grijs. Ja. En dan denk je van, mijn leven loopt niet, ik ben depressief. De, de grootste ziekte van onze tijd is disconnectie van de ziel. Wow. Wanneer we weer contact maken met die ziel, dan is het leven sprankelend en mooi. En dat is ook de bedoeling bij zijn zielen, bij zijn oneindige <laughs> intelligentie, onwaardige liefde. Ons leven behoort makkelijk en moeiteloos te gaan. Maar dat kan alleen maar wanneer we afgestemd zijn op die ziel. En dan kom je ook op het vlak van manifesteren, denk ik. Dan kom, ja, manifestaties komen eigenlijk wanneer je afstemt op die energie van je ziel. Dan komt alles wat werkelijk bij je hoort, ja. komt eigenlijk moeiteloos naar je toe. Daar wil ik het zo meteen met je ja. over hebben, Bart, want ik wil eerst ja. toch ook heel even uh, naar Fred toe. Want, want Fred, ook voor jou, ik, ik, ik zie je meteen al knikken en, uh, en heel erg dit beamen. Maar toch ook even voor jou nu en voor de mensen. Waar ben jij op dit moment ontzettend druk mee met je praktijk, denk ik? Uh, vooral ook dit uh, item eigenlijk. Uh, waar ik naar kijk is van hoe is die connectie eigenlijk gestoord belangrijker nog, wat gaan we daaraan doen? Eh, want eh, wij kennen hier in deze wereld natuurlijk allemaal een beetje het yin-yang principe. Alles, hè, dit is een dualistische wereld en alles heeft zijn tegenhanger. Eh, en je ziet dus wat, wat uh, Baptiste ook zegt: van hè, er is heel veel licht op de planeet, hè, vooral op sommige plekken, maar in zijn totaliteit verandert de frequentie van deze uh, planeet. En dat kan leiden tot een enorme spirituele uh, groei in mensen. He, ook tot de activatie van delen van ons DNA. Maar helaas, er is ook een tegenkracht aanwezig in deze wereld. He, en in mijn visie, ik heb het ook genoemd in het, uh, in het interview... worden wij als mensheid eigenlijk al heel heel lang voor de gek gehouden. Okay, en ja, wij zijn okay. afgesneden, ja, geraakt van onze oorspronkelijke vermogen. Van die, wat, van die, van de, van de, die ziel. Dat je ja, ook ja, zei over die disconnectie. Ja, die ziel. He, en hij maakt daar al terecht een, een, een opmerking over... Die ziel heeft aangrijpingspunten op het lichaam. En het belangrijkste aangrijpingspunt is eigenlijk ons brein, onze hersenen. En dat is in deze tijd ernstig uh, uh, under attack, zeg je dan. Er is een aanval, en ook een gerichte aanval, is er op onze hersenen, ons zenuwstelsel gaande. Wat bij heel veel mensen dus die disconnectie in stand houdt, maar ook de geest vertroebelt. Dus... Oké, okay, maar jij zegt. Uh... Onder aanval zeg jij, dus wat bedoel je daar precies mee? Ik bedoel eigenlijk hè, dat wij als mens zijn wij hele bijzondere en uiterst krachtige wezens. En dat vinden mensen heel moeilijk om dat onder ogen te komen: van wat de genialiteit is van het verschijnsel mens. En waarom denk je Van de schepping. Waarom denk je dat, het, dat mensen dat zo moeilijk vinden? We zijn daarvan afgesneden en we worden klein gehouden. Want ik noem het het onlicht voor het gemak. Of ik kan ook zeggen het kwaad, als ik heel simpel ben. Hun grootste nachtmerrie is dat wij ontdekken wie en wat we zijn. Want wij worden overheerst. Hoeveel mensen leven het leven van hun dromen? Niet veel. En hoe kan dat? Even, toch, misschien even ook in het publiek. Ik ben wel benieuwd. Zijn er veel mensen die, die uh, hun droom leven? Zeg eens een hand de lucht in. Zo, ik zie heel weinig ja. handen. Ja. Ja. Nou, daar zijn we, nou, jullie zijn op het goede plek, want vanaf ja. vandaag gaat het anders. <laughs> dus, ik zie toch maar een paar handen. Maar nee, maar je... Nou ja, je moet je dus bewegen, hè, want dat is wat je vaak ziet binnen een bepaalde structuur. En, maar dat is mijn optiek. De, de afgelopen periode zijn we toch in een complete waanzin beland. He, waarin eigenlijk de tegenkracht, zo noem ik het dan. Met mannenmacht probeert om ons in een soort controlesysteem te persen, hè, waarin zij bepalen wat ik wel of niet mag. En dat is het tegenovergestelde eigenlijk van wat ik net benoem en wat Baptiste ook benoemt. Wat is die ziel? Die is oneindig, die is vrij, die functioneert in verschillende dimensies tegelijk. Hier zeg ik ook iets uit een eigen ervaring, als je die connectie voelt. En als iemand die connectie voelt. En iedereen kent dat in zekere mate. Dat zijn de momenten dat je je helemaal optimaal voelt. Dan stroomt alles en je bent blij en alles gaat vanzelf en je bent happy en je moet lachen om die wereld. Het is geen grote grap. <laughs> uh, en dan ben ik in die connectie. Uh, en hoe, hoe ellendiger ik mij ga voelen, hoe verder ik uit die connectie ben eigenlijk met die ziel. Ja. Uh, dat dat rotgevoel is eigenlijk een soort waarschuwingssignaal van je innerlijke intelligentie. Van, Joe, hallo, wat ben je aan het doen? Want ik, ik, goed, ik, ik heb zelf ook wel eens van die rotgevoelens. Ik ook. Ja, jij ook. Ja. En, en veel mensen misschien denk ik ook. Maar, maar wat, wat, hoe kun je dan dan daar toch mee omgaan dan? Jij zegt als, dat is een signaal, ja. als in van, hé, hey, je bent uit, uit die connectie. Heel, heel kort door de bocht. Als ik stress ervaar, wat ik zeer regelmatig ervaar. Ik zit ook in deze wereld. Ik heb ook te maken met systemen, structuren waar ik mij niet helemaal aan kan onttrekken. En dan krijg ik stress die stress, moet je maar eens voelen wat er in je lijf gebeurt, is een waarschuwingssignaal. Eigenlijk een waarschuwingssignaal van, ik noem het je innerlijke intelligentie, die ook gekoppeld is aan die ziel. Die ziel communiceert met ons via jouw gevoel. Vandaar ook de power of the heart. Niet met mijn denken, dat is wat Baptiste ook zegt over Eckhart Tolle. Die ziel die communiceert met mijn gevoelens, met mijn emoties. En wij worden getraind van jongs af aan, zonder dat we doorhebben om niet te voelen om daar geen gehoor aan te geven, want dat leidt tot verzet. En wat kan ik doen? Heel simpel. Ik voel me shit. Gebeurt mij ook. Je zal altijd contrasten ervaren en ik, nou, nou voel ik me wel heel ellendig. Ik geloof dat mijn ziel een heel andere opinie heeft over dit gebeuren dan ik. He, dus ik denk je ziet het, zelf het als, weg. Je, je ziet het als twee losse. Ja, ja, ja. Je ziel en je ik. Zeg. Ja, dat zijn twee losse dingen. Het is zelfs zo, ik zou het zelfs zo kunnen chargeren. dat mijn ego ander, altijd wat anders wil. dan wat mijn ziel wil. <laughs> dus je bent eigenlijk altijd in dualiteit met jezelf. Ja, maar vaak. het is de Dit kunst is, om die ja. twee op één lijn te brengen. Ja, ja. 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 Maar dat is ook het dualisme in deze wereld. Deze wereld bestaat alleen bij tegenkrachten. Maar simpel gesteld. als ik dat ervaar bij mezelf. ik kom tot die conclusie. dan is eigenlijk de meest simpele stap. is van. Wat kan ik doen om een gevoel van welbevinden te krijgen? Mm -hmm. Dan kom ik dichter in de connectie met mijn innerlijk, hoe je het noemen wil. Wij gebruiken de term ziel, vind ik een mooie term. Anderen zeggen hoger zelf, anderen zeggen mijn innerlijke wezen. En dat leren wij niet eigenlijk. Tegen, tegengestelde van wat ik heb geleerd, van je moet zorgen dat je zoveel mogelijk leuke dingen doet. Doe waar je zin in hebt. Dat die innerlijke ontspanning ontstaat, waarbij jij weer de connectie gaat voelen met wat je bent. Ja, maar soms hebben we natuurlijk ook, wat jij ook zegt, zitten we in systemen en dingen te, hebben we het toch ook met dit met dingen hier, zaken hier te maken. En, en wat er op dit moment natuurlijk ook allemaal gebeurt, wat, ja. wat we af en toe al heel vervelend vinden. Nou, dus in de een zin van. van statement ja, ander statement. Dus, ja, <laughs> een dus in, meer ja. in de zin van zoek je dan momenten op om die connectie te maken? Of hoe, hoe kun je zeg maar, in een soort van die flow blijven? Misschien, Baptiste, is dat iets van. Ja. Um. Ja, het eerste wat ik uh, geleerd heb is dat uh, in ons onderwijssysteem wordt er niet geleerd wie wij werkelijk zijn. En als je uh, kijkt naar wie we zijn, we hebben de twee. We hebben zeg maar het ego-persoonlijkheid en we hebben de ziel. En als de ziel bijvoorbeeld uh, die kant uit wil, maar je ego leeft die kant uit. Snap je? Bijvoorbeeld, mm -hmm. ja, misschien kan je een voorbeeld geven uit je eigen leven. Dat jou... Ik herken het heel erg ja. wel. Dat ik in de ego's. Te, en een beetje in ja. zekerheid. over. Ja, de ego, dat. bijvoorbeeld jouw familie ja. of jouw vriend zeggen... Nou, doe nou ga nou niet uit, uitspreken over eh, ja, precies. Het, eh, -virus. Ja, en dan blijf je lekker ja. daarin. Ja, ja, ja. Maar jouw ziel ja. zegt nee, nee, ik ben hier om dat wel te doen. <laughs> en als je dus jouw ego die kant uitgaat en je ziel die kant, wat gebeurt er dan? ja ik ben echt ook wel heel erg in die dualiteit met mezelf gekomen. Ja, dan heb je een zwaar innerlijk conflict. Ja. maar wie is je echte zelf? nou ik merkte vooral dat op een gegeven moment toen ik voelde oké okay, ik wil toch nog iets met mijn ego doen kreeg ik constant weer een, een klap op mijn kin ja, zeg maar ja, ja. en als ik dan ging voelen en ik ging dingen doen vanuit mijn hart wat ik ook Eng vond Tuurlijk. en vindt. Ja. Weet je wel, je bent ook kwetsbaar, ja. en daar uh, gaan we het misschien zo meteen wel over hebben. En met de hele media en dingen wat je allemaal de tegenkrachten misschien uh, hè, tegenkomt. Maar ik voel wel, ineens gingen dingen ze stromen. Nee, en, en als je ziet, ja. ja, nu zitten we toch weer hier en allemaal mensen die ja. hierbij zijn en, en een heel team. En wat we allemaal aan het doen zijn, is ja. natuurlijk waanzinnig. Maar dat is puur inderdaad, omdat ik voelde van. hé, hey, oké, okay, fuck it. Ik ga hem hard volgen, dan ga ik beginnen in een, in een kippenschuur, zoals het ja. echt begonnen, met 20, 30 mensen om mensen te verbinden, om, mensen, om dingen te doen, om lezingen te geven, waar Fred ook al was. En, en ja, ineens gaan dingen stromen. Waar gaan mensen... Uh... Want ik heb het heel grappig, als jij het hierover hebt, ego en weet ik wat. Dat ik me herinner dat ik een cliënt had en die kwam bij me en die stelde, eigenlijk zei hij het vol. ik zei, wat kom je doen hier? Wat, wat kan ik voor je betekenen? En toen zei hij van, ik wil van mijn ego af. Ik zei, nou ja. ik zei, hoeveel levens wil je erover doen? Maar inderdaad, hij heeft die vraagstelling, we hebben het erover gehad. En vervolgens gebeurt het volgende, dat hoeft niet iedereen te overkomen. Hij raakte alles kwijt. Zijn huwelijk, zijn zaak, zijn alles raakte hij kwijt. En hij was best wel een beetje chagrijnig. Maar ik zat eigenlijk met een big smile naar hem te kijken. En ineens maakte hij die schakeling in zichzelf. En Want ik had tegen hem gezegd, je moet voorzichtig zijn met wat je vraagt. Maar op een gegeven moment haalde hem door. Hij is boeddhist geworden, hij heeft bijna niks. Maar hij is eigenlijk heel gelukkig. Hij, is nooit zo... hij bleek homo te zijn. Terwijl hij nog in een huwelijk zat. En, en al die dingen die begonnen te lopen en te stromen. Maar alles waar hij zijn waardigheid aan dacht te ontlenen. Dat werd van af. Omdat hij, omdat hij zijn geluk buiten zichzelf soort van zocht. Nou ja, bij, bij ontwikkelen een subpersoonlijkheid. Hij was getrouwd, hij had kinderen, maar eigenlijk was hij homo. Want dat was de openingsfase. Ja, ik heb wel een groot probleem. Ik zei, wat dan? Ik zei, nou, ik geloof dat ik biseksueel ben. Dus ik keek naar hem ik zeg, ik denk dat jij gewoon homo bent. En dat was ook zo. Maar hij heeft dus heel lang in een soort verdringing heeft hij, heeft hij geleefd. Hè? En wij en allemaal doen we dat. We maken een subpersoonlijkheid. Dat is wat wij Waarom, tonen... waarom, doen, waarom doen we dat dan? Is dat, is dat veilig? Is dat een soort overlevingsmechanisme? Het is, wij denken dat het veilig is, maar het blijkt uiteindelijk heel onveilig te zijn. Ja. Het ja. is uh, conditionering. Het is ook van je bent dat. Je bent uh, je, alles wat je bereikt. Uh, je bent uh, alles wat je in een maatschappij doet. Um, en wat natuurlijk ook zo is, ik denk dat uh, het verhaal van Anita Mortjani waar we het vorige keer op, over gehad hebben, dat is een vrouw in Hongkong in een ziekenhuis ja. voor de mensen die dat niet weten en die had lymfoma, dat is kanker van het uh, lymfatisch systeem. En die uh, gezwellen waren zo groot als citroenen in haar lichaam. En zij gaat uit haar lichaam en zij ziet dat ze die ziel is, oneindig bewustzijn en dat ze te, met haar bewustzijn overal tegelijkertijd kan zijn. En ze voelt alles wat iedereen denkt, dus ze kan overal tegelijkertijd zijn. Maar wat ze ook ervaart is dat het lichaam, en ze noemt het een vantage point, dus een punt van waaruit je kijkt, een perspectief, en wij identificeren ons volledig met dat lichaam, met dat perspectief. Van, in haar geval, ik ben een vrouw, ik woon in Hongkong, dit is mijn beroep, bla 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 bla. Maar we identificeren ons daarmee terwijl we juist het bewustzijn zijn wat door dat lichaam heen kijkt. En dat is natuurlijk het moeilijke. Want wij denken dat, ja, ik ben, een, ik ben een man, ik ben 46 jaar. Ik heb dit gestudeerd, al die dingen. Je denkt dat je dat bent, omdat je je identificeert met het perspectief van waaruit je kijkt. Maar wij, dit lichaam is slechts een perspectief. Maar we zijn eigenlijk een ziel of oneindig bewustzijn wat door die ogen kijkt. En we zijn ons gaan identificeren met dat lichaam, slechts de persoonlijkheid. En zolang we dat blijven doen. Dan blijven we lijden. omdat dat die persoonlijkheid gaat in het leven. allerlei dingen meemaken. en, en mensen verliezen. en spulletjes verliezen. En je blijft maar lijden. En, en je kan ontslagen worden. En, en zolang we daar ons mee identificeren. blijven we ons identificeren. met alles wat niet echt is, slash vergankelijk. Maar wanneer we ons gaan identificeren. met wie we werkelijk zijn. dan maakt het niet uit dat mensen weglopen. of dat we dingen verliezen. omdat dat ons essentie niet aantast. We zijn oneindig bewustzijn. onvoorwaardelijke liefde. En dan vinden we rust. De Boeddha. Het verhaal van de Boeddha, uh, die was niet op zoek naar verlichting. Die was op zoek naar een weg uit het lijden. En al het lijden blijft, zolang we ons identificeren... puur en alleen met die persoonlijkheidslicht, dat lichaam. Op het moment dat we daar die switch kunnen maken... Ja, dan wordt het leven een stuk lichter. Ja. Ja. Hoe, was, hoe was jouw eigen reis hier, hierin? Jij was natuurlijk eerst ook uh, jurist en dat soort dingen. Ja, ja, nee, ik, ik, ik had een programmaatje. Uh, ik, 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 ik moest uh, advocaat worden op de Zuid, uh, Amsterdamse Zuidas. En dat heb ik ook geprobeerd. Alleen ik voelde zoveel grijsheid. Ik dacht, ja, dan moet ik heel, uh, heel mijn werkende leven in, in die boeken. Met mijn neus in die boeken en in die gouden kluwers kijken. En ik dacht, ja, ik, word, ik word daar niet goed van. En toen dacht ik van ik heb liever uh, niet die carrière en niet alles wat daaraan verbonden is. Want ik, 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 ik voelde dat, dat er iets niet klopt. Toen kon ik het allemaal nog niet benoemen. Maar op het moment dat ik daarmee uh, stopte, voelde ik een soort van. Ja, er viel een soort van gewicht van mijn schouders af. En ik dacht, wacht even, er is iets anders. Er is een andere intelligentie. En um, er is een energie. En ik had altijd heel braaf mijn hoofd gevolgd. Maar ik voelde op een gegeven moment. Dat heeft me niet gelukkig gemaakt. Die hele conditionering. Van daar de... daar kwam, was je wel al achter? Ja, ik voelde dat. Uh, hè, want ik. Ik, ik, ik kon goed studeren en ik, ik kon goed mee. Uh, en ik, ik was heus wel partner geworden bij een groot kantoor. Alleen ik, de, de prijs die ik moest betalen was te hoog. En ik denk dat sommige mensen misschien een meer opstandige ziel hebben. Uh, anderen kunnen dat weer wel makkelijker. Snap je? En dat is ook een grote vraag. Geweest. Ik, 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 op een gegeven moment kon ik niet meer in Nederland leven. Ik woon in Amsterdam. En uh, door de power of de Hart ben ik naar Amerika kunnen gaan. En ben ik ook jarenlang uh, in, in, in die westkust, uh, aan de westkust gaan leven in Oregon. Met Gary Zoekhoff twee jaar. En toen in één keer kwam ik thuis. Want ik ontmoette mensen die daar ook mee bezig waren. Want in Nederland was ik het zwarte schaap, was ik een gekkie. <laughs> um, en ik denk dat Fred dat ook wel herkent. Ja. Uh, en toen ik, uh... ik ook, hoor. <laughs> ja, en, en toen ik in Amerika kwam, in één keer, ja, uh, alles was anders. Mensen bij de eerste ontmoeting gaven ze een, een, een heuk, een knuffel. Uh, een handgeven vonden ze heel uh, formeel en zo. Terwijl ja, in Nederland was toch alles anders en wat afstandelijker. In één keer dacht ik, oh, die mensen zijn allemaal warm. En die mensen zijn allemaal spiritualiteit bezig en persoonlijke ontwikkeling. En um, ik dacht dat ik nooit meer terug zou komen. Ja. En door om, een samenloop van omstandigheden ben ik eh, 2017, 2018 teruggekomen. En toen gebeurde er nog niet veel. En dan, eigenlijk tijdens corona, kwamen er allerlei dingen. En al die podcasts kwamen. En toen dacht ik: hé, hey, wacht even. En Roy die lang in Amerika. En Roy Martina lang in Amerika. En Robert Bridgman. En Janus. Al die mensen die ik wel vroeger eh, van vroeger kende of gevolgd had. Ja. In één keer kwamen die meer aan bod. Ik dacht: hé, hey, wauw, er gebeurt iets. Het wordt in één keer leuk in Nederland. En België loopt nog een beetje achter. Hè? Uh, oh, ja, is het zo? Ja, ja, ja. ja, ja België loopt achter. Uh, maar er gebeurt ook wel heel veel. Uh, we hebben goede mensen in België. Mm. Ook zeker. Alleen Nederland loopt wel voor. En dat de, Belgen, de Vlamingen, zeker, die weten dat. En die kijken ook op naar Nederland. Wat betreft persoonlijke ontwikkeling spiritualiteit. Alleen in vergelijking met Amerika liep Nederland dan weer achter, zeg maar. Ja. Uh, maar ik ben blij. Ja, ik, ik, wij hadden het er net over, ja, weet ja. je. We zijn zo blij dat dit gebeurt en dat mensen uh, in één keer gaan beseffen: er klopt iets niet en alles wat we geleerd hebben, het is anders. Oh. Um, en die, ja, die, 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 ik vind, ik vind dit, dit, zijn de mooiste tijden. Ik ben heel blij. Dankjewel, je uh, corona. Ja, <laughs> nee, ja, super. Hoe de nou. humoristische als, kant aan. Als je als je het kosmische spel ziet, hè, uh, want jij had het over de tegenstander. Ja, ja. Als je kijkt naar het Hebreeuws uh, uh, Satan, hè, Satan in het Hebreeuws betekent tegenstander. Dus Satan is de tegenstander, want wij maken de duivel, de duivel. Nee, Satan is de tegenstander. Ik geloof dat natuurlijk vanuit het, het want er zijn mensen die bij jou komen en die lijden enorm door metaal en alles wat ja. ze aangedaan wordt. Vanuit de persoonlijkheid is dat verschrikkelijk, maar vanuit de ziel gebeurt er wel wat. Ja. Begrijp je? Dus als je het vanuit het, het, het grotere zielenperspectief kan zien, ja, is dit een fantastische Harry Potter film waar we in zitten? Nee, dat is echt zo. Weet je, dit is Lord of the Rings, uh, Harry Potter. Er is ook een reden dat Harry Potter zoveel succes heeft. Dat gaat over de Reptilian House, die alles overneemt, Slytherin House. Voldemort is een Reptilian en Harry Potter is een lichtwerker. Alles zit erin. Ja, maar dat is het humoristische, dat is het humoristische het verhaal, ervan. Want, ja, ja. We hebben het even zo over de tegenkracht, ja. die probeert iets met ons te doen en het lachwekkende is dat het tegengestelde gebeurt. Ja. Zij willen ons in die controle hebben. Doordat ze het volledig absurdistisch doen, is er een, een steeds grotere groep. Denken, Hè? Er is een hele grote groep mensen, dat zie ik ook in mijn werk, als ik ze daarnaar vraag, die zeggen, ja, maar ik ben eigenlijk de laatste drie jaar ineens wakker geschud. Ja. Ik heb dingen geleerd, die, daar heb ik nog nooit over nagedacht. En sommigen zijn ook echt van slag en gedesillusioneerd, omdat blijkt dat alles waar wij ons vertrouwen in hebben gezet, dat dat uh, verrot blijkt te zijn. Ja. Zie je ook dat veel mensen dat heel lastig vinden? Ja, ja. 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 En... dat is shocking. Want eh, ja, maar de regering zorgt toch voor mij? En ik ben toch veilig? En, en, en de medische wetenschap heeft toch alle antwoorden? Eh, en dan worden ze zelf ziek... en dan blijkt dat dat in heel veel gevallen absoluut niet het geval is. Eh, en en hij maakt even, Baptiste maakt even het bruggetje naar eh, die zware metalen. Eh, eh, ik heb het eerder benoemd en ik blijf het benoemen... Er wordt een gerichte aanval op ons uitgeoefend. En het zijn niet alleen metalen, het zijn ook allerlei andere toxische stoffen. Want we hadden het er net even over. Die ziel die bedient zich, je zou kunnen zeggen van hij heeft een connectie met ons DNA, maar vooral met de hersenen. En als ik het heb over, ik vind de power of the heart vind ik fantastisch. Ik kijk ook naar het orgaan, het zuiverstoffelijke deel. En het wonder eigenlijk wat dat lichaam vertegenwoordigt. Eh, zij proberen ons te belasten met zware metalen. Eh, die onze hersenfrequenties storen. waardoor wij niet die connectie kunnen pakken met de ziel. maar ook met andere toxische stoffen. Eh, waardoor dat zenuwstelsel niet meer kan doen. waar het eigenlijk voor bedoeld is. En ze gaan zo ver dat ze injecties hebben bedacht. met genotoxische stoffen. Zij proberen zich meester te maken. Eh, dat hebben ze eerder gedaan, op een andere manier. dus zeg energetisch. van ons DNA, hele delen van ons DNA. En nu hebben ze injecties die, die dat DNA werkelijk kunnen aantasten. Ze willen van ons zombies maken, hè? Ja, eigenlijk zombies wel. Zombies ja. die opvolgen wat er op... Ja. Ik heb al twintig jaar geleden tv weggegooid. Als je dat nu niet nog niet gedaan hebt na vanavond, iedereen tv de deur uit. Ja, ja, ja terug uitleggen ja. waarom. Ja, waarom? waarom nee, ik, vind, niet? Ik, vind, ik vind het uh, belangrijk dat je het misschien nee, te Ja, doen. TV is uh, het grootste mind control-ding. En ja, we hebben natuurlijk nu ook het, uh, het internet. Met het internet kan je voor goede dingen gebruiken, bijvoorbeeld dit. Maar TV is totale mind control. Het is tell a vision. Hè? Vertel een visie. TV wordt gebruikt om ons te programmeren. Wie weet nog het nieuws van 28 oktober 2021? Ik weet het niet meer, maar vijf keer per dag of hoeveel keer per dag word je met het nieuws gebombardeerd op radio en tv. Het is puur mind control. Het is nooit positief. Het is altijd onbelangrijk. Het is idiote informatie, maar het is een agenda die uitgezet wordt. En het is met name opgericht om ons in een lage vibratiefrequentie te houden. Want wanneer wij in angst zijn, dan gaat ons brein dus dicht. Um, en kunnen wij niet meer zelfstandig nadenken? Hè? Er is onderzoek naar gedaan. wanneer wij dus liefde ervaren, dankbaarheid, en ze noemen dit hartcoherentie, en dit is puur research van het Hartmet Instituut. Het is gewoon een wetenschap. Het ja, is wetenschap, ja. ja. Hartmet Instituut in Californië kan dit opzoeken. Wanneer wij liefde, dankbaarheid ervaren, eenheidsbewustzijn, dan stuurt het hart signalen naar het brein en linker- en rechterbrein gaan samenwerken en gaan open. Dus hoe meer liefde we ervaren, hoe, en dit is meetbaar, hoe intelligenter we worden. Dus zij willen ons bewust he, dat brein eigenlijk sluiten. Dat doen we via de metalen, maar ook via de angstvibratie. We kennen het allemaal. He, jullie zullen allemaal wel eens ooit een tentamen of een toets hebben gehad. op uh, middelbare school of uh, hogeschool of universiteit. En je had heel goed gestudeerd en je wist alles. En tijdens die, 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 ja. die, dat tentamen of die toets was je nerveus. En je. Je wist het antwoord niet. Terwijl je dacht, ja, ik, ik weet het wel, maar ik, je kon het niet opkomen. En twee uur later ben je weer thuis in mijn ontspannen. Shit, ik wist het. Wie, wie heeft het wel eens meegemaakt? <laughs> ja, bijna iedereen. Dat komt omdat wanneer we dus nerveus zijn of in angst zijn... dan gaat het brein dicht. En dat is dus precies wat ze willen. Ze willen dat brein sluiten... zodat we die signalen van de ziel niet kunnen ontvangen. Want er is een connectie. Hè, eigenlijk is het brein de interface... Om, om die informatie van de ziel te ontvangen. Dus het is niet alleen metalen... Uh, maar het is ook die angst die ons brein sluit. Ik denk dat Fred het daarmee eens is. Zeer zeker. Ja. Maar de tv zelf heeft ook een bepaalde frequentie. die ja. ook gepatenteerd is. En gepatenteerd is onder uh, het kopje mind control. Wacht ja. even, jo, wachten, we... gepatenteerd? Ja, gepatenteerd. Ja? ja, ik heb nu niet paraat het, het, uh, het, het patentnummer. maar je kunt het opzoeken. en er staat echt mind control. En het is een verleend patent. En het is uitermate onduidelijk, want ik heb wel gezocht maar wie eigenlijk de eigenaar is van dat uh, patent. Ja. Maar het is gepatenteerd. Ja, dus ze weten, en dit is, dit is het pijnlijke, en dit is voor de medische wereld wordt dat ook een pijnlijke ontdekking. Ik heb het eerder benoemd. Je hebt de geheime medische wetenschap en je hebt de publieke medische wetenschap. Onze artsen worden opgeleid in de publieke. Wetenschap. Op hoger niveau wordt geweten wat zware metalen doen ja. in, ons, in onze hersenen, in ons lichaam. En ook welke frequenties ze moeten gebruiken. He, ik ben vaak uitgelachen, zeg 20 jaar geleden of langer, he, met computers. En een en enorme toename in wat je ziet, kinderen met allerlei problemen. Uh, 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 eigenlijk neurologische problemen, als je dat herleidt. Uh, als jij... Um, metalen in je lichaam krijgt. He. Het gaat op nanoniveau of nog kleiner. Het komt in die hersenen terecht. Um, en die hersenen zijn een elektrisch systeem. Ja. Uh, en wat gaat dat doen? En dan op een gegeven moment zet je ze voor een stralingsbron. Een computer. Ja, wat, dat, die, die frequenties die doen iets met die metalen in de hersenen. Uh, en ze zijn zover dat ze gewoon gericht daar frequenties op af kunnen sturen. Ja, micro of... gaat in, in de toekomst ook plaatsvinden via op deze manier. Hè? Ja, ja. Bedoel, daar zijn ze mee bezig dat we straks allemaal gewoon telepathische mind control krijgen via, via ja, elektrische stralen zo die internet zeggen. of ja. bodies. Ja, ja. 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 En, ze zijn er open over, hoor. Ik bedoel, wij verzinnen dit niet. Nee. Oh, wil je, waar zijn ze ja, jij zijn er open over? Oh ja, ja. Oh, ja. Al die plannen worden. Ik bedoel, in ieder geval, harari praat er openlijk over. Hè. Humans are hackable animals. Ja. Wat zegt Klaus Schwab He, niet de dingen die je gaat doen veranderen. Maar jij gaat veranderen if you take your genetic editing. He, je genetische update, die krijg je van hun. Dit is al heel heel lang is dit, wordt dit voorbereid. Nu, nu hebben ze de techniek. Maar dit is van heel lang geleden hoe ze die plannen hebben. Nou, nu zijn ze zover. We hebben de techniek. En ik zit hier niet om angst te zaaien, in tegendeel, maar wel om bewustzijn te creëren van wat zijn ze aan het doen. Wat zijn ze doen, maar beter nog, wat gaan wij doen? Want dit is niet de bedoeling. Als zij menen, want dat menen ze, ik heb een enorm ontzag voor het leven. Ik heb een enorm ontzag voor de intelligentie in het menselijk lichaam. Doe maar enig onderzoek naar dat DNA. Het is absoluut verbijsterend wat daar geschiet. We weten zo'n miniem beetje van dat DNA. Nu gaan we dat aanpassen en we gaan dat veranderen. Dat hoeft niet, want dat DNA gebruiken we maar van 30 tot 35 procent. We zitten als mensen nog niet eens op de helft van onze capaciteit. We zijn daarvan afgesneden. Jij zegt dus dat onze capaciteit veel groter is van ons DNA. Dat is oh, bewust veel, afgesneden. Veel en veel en veel groter. En dit is, kan mensen voor het hoofd stoten. Maar ik onderzoek gewoon wat ik zeg. Ik pretendeer niet de, de wijsheid of de waarheid in pacht te hebben. Maar ik vind dat een mooi, uh, mooie metafoor. Voor onze cultuur is de Christische figuur heel belangrijk. Het wordt gezien als een van de grote meesters. Dat verhaal bestaat niet alleen in onze cultuur. Dat verhaal zul je in verschillende culturen los van de onze terugzien. Geboren uit de maagd, drie dagen dood geweest, opgestaan uit de dood en in staat tot wonderen. Ik heb daar een idee over. Van stel dat ik op 30 tot 35 procent van mijn DNA functioneer en iemand als hij of de Boeddha of hoe je het noemen wil, die zit misschien op 50 of 60 procent van zijn DNA, waardoor hij dingen kan. Die voor mij bovennatuurlijk schijnen, maar waarvan die grote jongens eigenlijk allemaal gezegd hebben: wat, Jezus zei zelf, ga heen en doe grotere werken dan ik. De Boeddha zei: Ik ben in alle mensen. Maar zit dat potentieel dan in ons menselijke DNA of in de ziel? Beide. Het een is niet los te zien van het ander. Ik zie dat zo dat het DNA een enorme informatiedrager is. We hebben twaalf lagen in dat DNA. Wetenschappelijk gezien zitten we op de rand eigenlijk van onze ontdekkingen. Maar we hebben 5% nodig om een heel lichaam te construeren. Moet je nagaan hè, dat in die, in die ene cel zit de intelligentie. Ik moet er altijd om lachen, want het is niet te bevatten. Om een heel mens te laten groeien met iets zo complex als een oog of een hart. Hè, of een... En, en die informatie ligt dus opgeslagen, maar gedeeltelijk, daar ga ik wat over zeggen. Gedeeltelijk ligt het opgeslagen op een eiwit. Dat is stoffelijk. Dat is wat wij zien en wat wij onderzoeken. Maar ook dat is maar het topje van de ijsberg. En dit is uit een eigen waarneming, waarbij ik naar iemand keek. Omdat ik daar met vragen zat en toen in die energetische lichamen die dubbele helix, boem, 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 terug zag komen. Eigenlijk dus in een andere dimensie, waaruit je begrijpt van dat DNA is een multidimensionaal molecuul. En dat wordt nog. Een, een ik verwacht eigenlijk dat daar vindingen gedaan worden waarop de wetenschap dat kan gaan zien. En dat zal het grote oh my god moment zijn. Hoe, hoe, ik, hoe ver zijn ze daarmee? Ja, sorry Baptiste, het scherm verder. Ik begrijp van Tim dat jij uh, uh, beeldmateriaal hebt van Masaru Emoto. Uh, voor, voor nou, niet nee, nee, van uh, uh, Dr. Reed. Oh, Dr. alleen Reed. Reed. Ja, experiment. Wat je gaat zien is het onderzoek van uh, Dr. Reed, en hij heeft een apparaat ontwikkeld waarbij hij dus een membraan heeft waar hij gedestilleerd water op legt. Dit water, dat is wat je nu ziet, wordt in uh, trilling gebracht door menselijke stemmen. Dit is de impact, dit is de invloed die je ziet van mensen die mantra's zingen op water. Moet je eens kijken wat voor een structuren daarin gevormd worden. Dat zijn geometrische uh, figuren die hier ontstaan op basis van het zingen van de Aum mantra die eigenlijk iedereen kent. Hier zie je dus de invloed van trilling in de menselijke stem. Wat dat doet eigenlijk. Nou wij bestaan voor het grootste deel uit water. Wat dacht je daarvan? Ja. Dachten vertegenwoordigen ook frequenties die zijn meetbaar. Dus het gaat allemaal over frequentie. Er wordt ook wel gezegd dat we nu in een nieuw tijdperk komen waarin we veel meer gaan kijken vanuit frequenties. Ja. ja. We maken een, een, een shift op dit moment. Maar ik vond dit heel goed illustreren van wat is. Dit is dus. Je ziet in de kern zie je eigenlijk de muziek, het instrument wat gebruikt wordt en de structuren daaromheen. En je ziet een woord stemmen erbij komen en dan zie je dat patroon zie je veranderen. Indrukwekkend, of niet? En toen ik in training was bij Japaners, bij Zen-Boeddhisten, moest ik iedere ochtend, had ik zo de schurf dan. Want dan moest ik mantra's zingen. En ik was begin twintig. Ik oh dacht: man, flikker op met je mantra's. Ik, ik wil slapen, het is, uur het is vijf uur in de ochtend. En dan moest ik de hart Sutra zingen. En dan zat er zo'n Japaner tik, tik, tik de maat te slaan. En dan zat ik daar. Hanya, Ramita, Kook. ik dacht: wanneer gaan we eten? Ja, wist ik veel, ik wist dit niet. Nee. Ze, le ze legden het ook niet uit. Ja, er werd heel sumier, er wat uitleg gegeven. Eh, maar dan begrijp je achteraf, begrijp je gewoon, oh verrek. Weet je, die jongens wisten dat al lang al. Eh, daarom zaten ze daar als een stel <laughs> In mijn optiek toe. Ja, Oké, okay, dus kan stoppen. Ja. Maar, maar is het dan niet zo dat we met ons bewustzijn ons DNA kunnen activeren en slechts beïnvloeden? Zeer zeker, ja, absoluut. absoluut. Ligt daar dan ook niet de sleutel? Daar ligt de sleutel, um, omdat. Ik bekijk dat zo. Hè. Mijn, mijn lichaam of ons lichaam, dat is ook de visie waar ik als, nou ja, men noemt dat natuurgeneeskundig therapeut vanuit werk. Wij hebben die intelligentie in ons lichaam, die is gigantisch, die is enorm en mijn hersenen begrijpen die niet. Maar die intelligentie die in ons werkzaam is, hè, de innerlijke intelligentie of die innate intelligence, is een levende en actieve intelligentie. Eh, die intelligentie is groter dan die van mijn hersenen. Mijn hersenen begrijpen mijn lichaam niet. Heel wonderlijk, maar die snappen er geen bal van. Maar die intelligentie wil erkend worden. En daar moet je eigenlijk, je moet niks, maar je kunt daarmee leren communiceren. Die wil namelijk voor jou werken, maar hij is geprogrammeerd. Hij is eigenlijk geprogrammeerd op een korte levensspanne. Zeg 80 jaar. Maar gezien de werking en de functie van ons lichaam zouden wij veel ouder moeten kunnen worden. Er is een continu geregeneratieproces bezig. Als ik dit uitgesproken heb, hebben wij allemaal 10.000 cellen gedeeld. En wat hebben we ontdekt in dat verouderingsproces? Dat de, de uitlopers van onze genen, de telomeren, die worden bij iedere celdeling worden een beetje korter. Dat is eigenlijk in belangrijke mate is dat het verouderingsproces. Wat zijn de factoren die wij in ieder geval wetenschappelijk in beeld hebben? Dat is uh, eigenlijk vrije radicalen, toxische belasting. En dan kom je op een interessant vlak, want als ik het heb over toxische belasting, ja. heb ik het vooral ook over uh, emotionele belasting: stress. Stress. Stress is een van de sterkst verouderende factoren op ons lichaam. Angst vooral. Want je krijgt, als je even heel, heel sec lichamelijk gaat kijken daarnaar. Gewoon wat kunnen wij zien, wat kunnen we in beeld brengen. Bij stress krijg je adrenalineproductie. En dan vindt er een kettingreactie plaats in dat lichaam. Adrenaline is bedoeld voor korte, korte krachtsinspanningen. Mm -hmm. En bij ons staat die adrenalinekraan staat gewoon continu open. Daar is het niet voor bedoeld en dat zet een enorme druk op je lichaam, want je hartslag gaat omhoog. De activiteit van je zenuwstelsel neemt toe, je moet vechten of vluchten. Het wordt heet, letterlijk heet. Het wordt heet in je hersenen, het heet, bloed heet. Maar ja, er zit een metaal in die hersenen. Dan wordt het nog heter. En dan krijg je op een gegeven moment, die adrenaline, die reageert met die zware metalen. Daar komt een oxidatieproces op gang. Je krijgt een chemische runoff. In die hersenen. Die hersenen doen niet op een gegeven moment niet meer wat ze zouden moeten doen. En dat trekt mensen ook leeg. Maar om terug te komen op wat jij zegt, wat je terecht zegt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zelfs dat DNA onder bevel staat van ons ja. bewustzijn. Maar dat wil erkend worden. We hebben een mysterie in deze wereld, betreffende ons als mens. Eh, alle levensvormen hebben 24 per chromosomen, behalve wij. Wij hebben er 23. Ja. Hey, er mist er één. Er mist er één. Die mist niet, maar die zit op astraal niveau. Ja, daar zei ik net wat over. Als je dat terugziet, die dubbele helix, zie je dus in energetische vorm in iemand van energetische lichamen. Dat kan. Maar daar zit ook die 24ste. En dit is een hele goede vraag van Baptiste. Want op een bepaald moment in iemands spirituele ontwikkeling wordt er wat van ons gevraagd. Wil jij dat? Wil jij dat? Ja, je kan dat bewustzijn krijgen. Het is niet voor niets dat mensen op een gegeven moment op deze kennis stuiten. Ik zelf ook. Dat gebeurt op een moment hè, waarbij iemand eigenlijk euh, de mogelijkheid krijgt van euh, activeer het. Ja. Wil jij dat? Want er wordt nu wat van jou gevraagd. Hè, er zijn acties die gewoon gebeuren. Hè, maar ik kan gaan leren communiceren met die innerlijke intelligentie. En ik, eh, want je lichaam heeft een klok, ja. die telt de dagen. Ik, wat ik zo interessant vind, <tus> ik heb het net al genoemd, het verhaal van Anita Mordiani. dus Zij heeft kanker door het hele lichaam kanker van het lymfatisch systeem. Zij komt in een coma terecht en ze ervaart zichzelf buiten dat lichaam. En ze kan zichzelf observeren, ze zweeft alsof maar <tie> boven dat lichaam en ze ziet zichzelf op dat ziekenhuisbed liggen. Um, en ze ontmoet twee mensen als zielen, zeg maar, daar. Haar vader en een reeds overleden een vriendin die ook aan kanker is overleden. En uh, die zeggen tegen haar van uh, je, je hebt die kanker gehad omdat je niet jezelf bent geweest, maar met jezelf bedoelende, dus die ziel. Je hebt altijd wel heel, want ze had altijd heel erg best gedaan. Ze wilde iedereen pleasen. Ze noemde zichzelf het doormat en deurmat. Maar ze was altijd bezig met anderen te pleasen. En ze leefde heel gezond, veganistisch. En ze deed yoga en ze, ze mediteerde. Maar ze deed het altijd vanuit angst. En ze leert de les dat al die dingen die je doet in je leven... die moet je niet vanuit angst doen, alhoewel ze misschien op papier gezond zijn. Maar je moet het vanuit liefde doen. Dus doe alles vanuit liefde. Als je yoga doet of geen vlees wil eten, doe dan maar vanuit liefde. Niet vanuit angst. Van, oh, ik word ziek. Mm -hmm. En die angst was dus in haar cellen gaan zitten. Want angst gaat uiteindelijk in je cellen zitten. En um, zij uh, krijgt te horen van... jij bent onvoorwaardelijke liefde, je bent oneindige intelligentie. En omdat je daar niet op afgestemd bent geweest... ben je uiteindelijk zo ziek geworden. Want je hebt al heel je leven in angst geleefd. En ze krijgt dus... Van haar vader te horen van, ja, nu je deze informatie hebt, moet je weer terug. En natuurlijk wil ze niet terug, want ze was enorm aan het lijden in het lichaam. En in één keer is ze vol in het licht, in die liefde. Maar omdat ze in een bewustzijn is waar tijd niet bestaat, ziet ze dat als ze terug in dat lichaam komt, dat ze binnen no time, in 48 uur, dat haar hele lichaam, wat totaal verkankerd was, genezen is. Dus daardoor besluit ze van, oké, okay, als ik terug in dat lichaam kom, dan ben ik binnen 48 uur helemaal genezen omdat ik nu in mijn volle liefdesbewustzijn weer in dat lichaam kom. Dus ik geloof dat als wij ons helemaal afstemmen op die ziel, op dat liefdesbewustzijn, dat volgens mij dat DNA automatisch geactiveerd wordt. Dat klopt. En, want dat is de visie die ik heb ontwikkeld door onderzoek. <coughs> door mijn eigen verleden heb ik onderzoek gedaan naar wat je noemt wonderbaarlijke genezingen. Ja. En daar zie je eigenlijk een aantal parallellen. Het maakt nog niet eens uit of iemand religieus is, ja of nee. Maar er is wel een erkenning van wat ik net benoem als die innerlijke intelligentie. Er is een kracht in mij die groter is dan die van mijn hersenen. Je moet eigenlijk opzij kunnen stappen om dat zijn werk te laten doen. Maar ik heb dat eigenlijk ook wel zo bekeken van hoe is dit mogelijk? Ik ken het verhaal namelijk. Zij had altijd het gevoel dat ze niet aan de voorwaarden en eisen ja. van haar vader kon voldoen. Ja. En er vond een vergeving plaats tussen haar. En, en haar vader, waardoor ook dit mogelijk was. Op het moment dat ze allebei zeg maar, ja. uit het lichaam waren. Ja, ja. Zij zag, ja, dat is toch wel interessant om ja. even, even dit te zeggen. Zij zag dat haar vader was een, een hele conservatieve Hindoe. Ja. En die probeerde haar uit te huwelijken. En dat was één keer was er een verloving gebeurd. En uiteindelijk had ze die verloving verbroken, wat heel veel schande bracht in die community daar van de Hindoes in Hongkong. En ze zag op het moment dat haar vader niet meer in dat lichaam zat, dat hij vanuit zijn perspectief van, de, van die persoonlijkheid... altijd wel vanuit liefde naar haar keek... maar het werd allemaal ingekleurd door die persoonlijkheid. In één keer had hij geen last meer van die persoonlijkheid... omdat hij uit het lichaam was. En toen zag ze dus dat het, ondanks het feit dat zij het zo nooit ervaren heeft... dat het altijd wel liefde geweest was... Ja. maar ingekleurd door die filter van die persoonlijkheid. Ja. En toen kon ze eigenlijk vergeven, zeg maar. Ja, de vergeving is altijd een heel belangrijk aspect. Maar ook in de andere zaken die ik dus wel onderzocht heb... en ook in mijn eigen proces... Ik heb dat nooit zo ervaren. Dat zeg ik erbij, je hebt mensen die zijn, nou, zoals zij, ten dode opgeschreven. Ze bellen de families van jongens, kom maar, want ja. het is afgelopen. We hebben haar stopten haar organen daarmee. En dan en in een tijd, soms van één nacht, is het ziekteproces verdwenen. Verbijsterend. Ze worden door ze worden foto's gemaakt, ze worden door scans gehaald, het bloed wordt getesten. En er is geen aanwijzing medisch gezien. En al die artsen zijn er. Het is volledig gedocumenteerd. Het is gedocumenteerd. Oh, het is allemaal ja, het is het is gedocumenteerd. Ja, ja. ja en dit is niet één geval. Er zijn ja. echt verschillende van dit soort gevallen. De artsen staan er bovenop. Hè? Ja, ja, dit kan niet. Maar het gebeurt. Uh, en ik heb daar wel een idee over. Uh, uh, zou het zo kunnen zijn? Ik zeg het hypothetisch dat in zo'n moment dat DNA ineens schakelt naar 60 capaciteit, vloep, wegziektebeeld. En jij weet, je, je hebt het ook ervaren. Ik werk ook energetisch met mensen. Ik geef hier nooit rugbaarheid aan, omdat ik geen valse verwachtingen wil scheppen. Want ik heb geen controle over dat proces. Maar ik heb gevallen in mijn praktijk gehad waar mensen met nare klachten komen. Je legt ze op de tafel. Je raakt ze niet aan. Je werkt in het, in het, in het veld. Eh, klacht opgelost. Komt ook niet meer terug. Dit is geen regel. Het is niet zo dat ik kan zeggen, van, oh kom maar, dat lossen we even op. Ik nee. heb dat niet onder controle. Het is niet in mijn handen. Maar. Dan vragen mensen wat, 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 hoe kan, wat, 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 wat is er gebeurd. Ik zeg, nou, dat weet ik niet. <laughs> maar ik heb wel een idee, hè, want we hebben het er net hierover, van alles is frequentie. Maar als je dat doet, Fred, laat je je dan hè, in, in die heling die je dan doet door iets... Dat ben jij niet in Ik ben dat niet. Nee, dat zeg ben ik ook. Je, ja, ja. Ik, ik ben dat niet. Dat zeg ik altijd van... Dit is de hulp die jij krijgt vanuit een andere dimensie. Want ik kan dat niet sturen nou, erger nog. Als ik het probeer, stopt het proces. Ja. Het was koog niet van, jullie bemoeien jullie niet mee, man. Maar, maar ga je dan in een vorm van overgave? Van, ja, je, voelt, het is je voelt heel energie in. Het je, v, je, je legt een connectie eigenlijk met, ik zal heel simpel zijn, het veld. En, en, of ik durf ook wel te stellen, van dat zijn andere dimensies. Die zich gelukkig bemoeien met de onze, dat is heel hoopvol. Maar om het simpel weer te geven, van iemand in een ziekteproces zou je kunnen zeggen, van die zit op deze frequentie, golf, energiegolf. Mm -hmm. Dan liggen ze op de tafel. Ik doe mijn ding. Ik werk met die frequenties of die frequenties werken met mij. Dat kan je ook stellen. Dat is misschien beter. En dan gebeurt er iets. En die frequenties doen bijvoorbeeld dit. Dat is hun frequenties. En dan zie je wat ze noemen in de wetenschap entrainment: de lage frequentie past zich aan aan de hogere frequentie. En soms gebeurt dat. Ik zeg er nadrukkelijk bij: soms, want dat is niet bij iedereen. Dan wordt die frequentie wordt opgetrokken. He, dus die iemand zit niet meer op dit, maar die zit op dit. Mm -hmm. En dat ziekteproces kan alleen maar bestaan op die lage frequentie. Ja. Wow. En die blijft daar ook. Ja. Die blijft daar Hoeveel zijn ze eigenlijk ook met wetenschap en met de frequentie, dat soort dingen? Dat zijn ze er zijn ook, oh, dit is komen alsof. toch allemaal ook onderzoeken komen? Heel heel lang bekend. Um, en, en hier zie je uh, dan, dan de tegenkracht. Dit is al zo lang. Al zo de lang. farmaceutische industrie gaat dit natuurlijk niet promoten, want nee. het is gratis. Het is de kracht van bewustzijn. Hey, je kan een probleem, en een, een ziekte is vaak energetisch gezien een, een lage vibratie, maar je kan een probleem niet oplossen in dezelfde frequentie waar het gecreëerd is. Dus als je het wil oplossen, moet je alles naar een hogere frequentie uh, tillen, want dan bestaat het probleem niet meer. Well. Je? Dus wat hij eigenlijk doet in zijn healing, als ik het zo mag noemen, is je tilt iedereen naar een hogere frequentie. Ja, en ik heb een bezwaar gekregen tegen de term healing, omdat mensen daar dus van alles aan ophangen. En ik weet eigenlijk niet wat uh, voor de persoon de healing is. Mm -hmm. ja, en wat zou je dan ik, willen noemen bij gebrek aan uh, uh, een verandering? Verandering. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Nou, nou ik, ik wil dat even toelichten met een voorbeeld wat wel komisch was. Want ja, ik krijg eigenlijk mijn, uh, uh, mijn cliënten van via via. En soms gebeurt er zoiets. Nee. En dat is komisch, want oh, ja, dat wil ik ook. Ja, ja, dus dat dat wil ik namelijk zelf ook. ook. Ja, ja. Jij was er ook ziek. Wat zeg? Jij, jij was er ook ziek, toen ben je bij hem gekomen. Ik, ja, Ik ben al heel, heel als klein jongen hier. Toen, kwam, je achter, je toen heb je even zo gedaan. Uh, <laughs> ja, ja, en nu zit hij. Ja, ja. Nee. nee, dat is dus niet mijn, dat, dat wil ik ook niet claimen. Dat is dus nadrukkelijk niet de persoon Fred die dat doet. Mm -hmm. uh, uh, ik ben alleen maar de tussenpersoon. Uh, maar om even terug te komen erop, om het toe te lichten met een voorbeeld hoe dat kan werken. Ik wil natuurlijk dat er iets gebeurt. Want dit vind ik het mooiste wat er is. Dat is fantastisch. Ja. Dat vind ik zo. Nou, je ziet me al glunderen. Als dat gebeurt, wij zeggen. Nou jongen, ja. daar teken ik voor. <laughs> ja. Maar, er zit een maar aan. En ik had dat met iemand en die had al heel lang last van zijn schouder. En een vriend van hem was bij me geweest. En dat was in één, twee sessies was het klaar. Dus hij komt vol enthousiasme. En ik zei. Ja, ik geef je geen garanties, hierop. Maar goed, ik maak wel een dossier van iemand. Dus ik had hem allerlei vragen gesteld. Weet je, ik doe mijn eigen waarneming, dus ik leg dat toch even in een dossier. Hij is een paar keer bij me geweest. En die schouder, dat bleef gewoon. Shit, sorry. Weet je wel. En hij was aardig chagrijnig. Ja. Natuurlijk. Maar hij was ook al een kool, ik Ja, ja precies. Ja. En ik zei, nou, je had het kunnen weten, weet je wel zo. En, maar ik zeg tegen hem, oké, okay, maar hoe is het dan uh, met je maag? Oh. Ja, hey, dat was over. Hoe is het daarmee? Oh ja, dat was eigenlijk over. En daar heb je daar nog last van. Nee, heb ik ook geen last meer van. Maar hij was helemaal gefixeerd op die schouder. Ik zag, nou ja, we kunnen nog wat andere dingen ook eventueel. Weet dus je, kan nog dit, kan nog dat. Wil je dat? Nou ja, dat wou hij wel. En wat bleek? Die schouder was eigenlijk gerelateerd aan een emotioneel probleem. En als, ik hem, dat, als hem dat was afgepakt. Eh, dan had hij dat probleem niet opgelost. Ja, dus hij moest eerst nog door een emotioneel. Ja, dus ik heb een idee wat een healing zou moeten zijn, eh, maar het universum heeft daar waarschijnlijk een heel ander idee. Ja, over. en vaak is onze identiteit ook zo gekoppeld aan het probleem dat we het ook niet los willen laten. Hè? Want wie zijn we zonder dat probleem? Dat gebeurt. Ja, dat gebeurt. Um, hè, mensen kunnen. Uh, en ik heb daar absoluut geen oordeel over. Dat wil ik benadrukken. Mensen kunnen dus inderdaad hun leven gewend zijn om hun leven op te bouwen rondom hun klachten. En onderschat het niet. Er zijn mensen die echt verschrikkelijke klachten hebben. En ook verschrikkelijke chronische klachten. Die elke dag vechten om, om de dag door te komen. En er wordt, dat vind ik wel. Ik heb het in het interview benoemd. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Er wordt heel makkelijk gezegd. Jij creëert je eigen problemen. Mm -hmm. Dat geeft die mensen er een schuldcomplex bij. Tassen aan in hun gevoel voor eigenwaarde. Want dan kom ik op het punt. Wat ook door Baptiste al genoemd werd. Van jij kunt, ik heb het eerder gezegd en ik kan het niet genoeg benadrukken. Je kunt proberen wat je wil, maar als die toxische en virale belasting zo hoog is. Eh, dat die hersenen niet meer kunnen doen, er ontstaat, er ontstaat letterlijk kortsluiting in die hersenen. Letterlijk. Wat? Ik noem die metalen, de hitte, de toxische belasting. En dat komt door, dat komt door voeding, door allemaal de, de... onder andere. Heb, heb, heb je wel eens momenten gehad bij, bij mensen in jouw praktijk waar je zei nou, hè, een reset is misschien het beste omdat de belasting zo hoog is, van alle toxiciteit, dat je zoiets hebt van misschien is hè, de overgang eh, naar de andere dimensie het beste. Heb je dat wel eens gehad? Ja, jawel, je ziet, dit is heel raar wat ik nu ga zeggen. Maar ik heb dat wel bij verschillende mensen waargenomen. die heel ernstig ziek zijn, bij mij komen en zeggen: Van ik wil genezen. En dat ik binnenkrijg van. Ah, ah. Dit is niet, dit, dit is niet, uh, dit is wat je ego wil, maar je ziel is er klaar mee, laat ik het zo zeggen. Ver, toch even over die taxische belasting, die, die, die we dus ook van buitenaf eens krijgen, hè? Door, door voeding zeg jij, et cetera. Toch, voordat we nog naar de pauze gaan, toch misschien een paar dingen om mee te geven aan de mensen: wat, wat kan men daartegen doen? Um, Soms moet het een advies zijn wat specifiek toegericht is op de persoon, maar in zijn algemeenheid heb ik al eerder verwezen, vooral naar de informatie van Medical Medium, Anthony William. Die is daar zeer specifiek uh, in. In het behandelen van die, ja, zware ja, van die toxische belasting en vooral de zware metalen. He, ik kan hier even opdreunen wat het recept is wat hij aanreikt in een smoothie. Dat mm -hmm. uh, wil ik wel doen hoor. Dat is banaan, dat is sinaasappel, dat is koriander, gerstgras, extractpoeder. Um, spirulina, uh, Dulse zeewier. Ja, we kunnen het ook wel even erbij zetten. Dat, dat, dat kan. Um, dat is een heel zorgvuldige en ook veilige manier om dat te doen. Want en nu ga ik heel veel mensen tegen me krijgen. Er wordt ook heel erg gepromoot om zeoliet te gebruiken. Dat gaat niet werken. En bovendien wat ze ook beweren, de echte zuivere vorm van zeoliet is helaas eigenlijk niet meer voorhanden. Ik las laatst ook een stuk van selenium zware metalen. Jammer, jongens. Uh, het is echt, uh, dit, dit wat ik benoem, wat heel duidelijk uit een andere dimensie komt. Anthony William krijgt zijn informatie van wat hij noemt Spirit of Compassion. Ik heb een langdurige medische achtergrond. Ik heb, ik weet niet wat gestudeerd op dat vlak. Ik heb nog nooit zulke accurate informatie gezien. Van iemand die nooit daarvoor gestudeerd heeft. Hij kan een medische verhandeling houden waar je als arts eigenlijk van? <treeks> Uh, het is een mitrailleur die, uh, die die informatie afvuurt gewoon. En het is absoluut accuraat. En ik durf dit te zeggen door het eigen proces wat ik door heb gemaakt. Maar vooral ook wat ik zie in mijn praktijk. En wordt op dit moment wel ontzettend hard aangevallen? Oh, natuurlijk. He, op dit moment proberen ze met mannenmacht, willen ze hem van het toneel krijgen. Want ja, hij krijgt te veel invloed. Uh, en, en zoals Gary Swartz in de tijd zei bij de onderzoeken waar ik ook aan meegewerkt heb. Van, wij krijgen geen fondsen voor dit onderzoek. Het uh, 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 probleem is dat jullie de industrieën geen geld opleveren. Nou, erger nog, zeiden jullie, uh, kosten ze geld. Uh, wij moeten door, door funding, uh, ik maak hier een boek over, The Living Universe. Uh, hij heeft al die onderzoeken gedaan en gepubliceerd. Uh, ik heb de rechten van dat boek uh, hebben we afgesproken en met de verkoop kunnen wij weer nader onderzoek doen. Uh, want ze wordt gecanceld als wetenschapper. Ze, ze blokkeren je fondsen. En dit wordt altijd vergeten. Wetenschappers zijn 100% afhankelijk van fondsen. En het is heel, heel duur om wetenschappelijk onderzoek te doen. Oké, okay, heren. Nou, het was alweer uh, een ontzettend boeiend uh, uur. Volgens mij in dik uur zijn we alweer verder. We gaan heel even uh, pauzeren voor 20 minuten. Mensen kunnen lekker even wat drinken. En dan gaan wij over 20 minuten weer verder. Dan gaan we het hebben over manifesteren en over nog uh, heel veel zaken. Dankjewel, mannen. Tot zo. Ja. Here we go. <laughs> ik, dit, wat, wat ik ontzettend fijn, bijzonder vind, moet ik ook zeggen, om, om dus te zien wat, de, wat er dus gebeurt uh, met dus live publiek. Hoe, hoe mensen ook meteen naar jullie toe komen en, 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 en vragen stellen. Hoe, hoe is dat voor jullie ook? Om, om, om nou, dat daar, weer... daar ben ik ook voor, eigenlijk. Want ik denk dat Baptist hier ook zo zit dat we proberen om iets bij te dragen aan de vergroting van het bewustzijn in bepaalde vlakken. Mooi. Uh, en ik weet ook niet alles. En uh, daar kan uh, Baptiste weer een prima aanvulling uh, opgeven, zeg maar. En ik vind zelf de dynamiek vind ik heel plezierig, moet ik zeggen. Ja, dat ja. is echt een gouden greep, jullie. We gaan het vaker doen, mannen. Oh, okay. Dus maak je agenda maar vrij. Hij ja, <laughs> moet nog een stukje rijden. Ik ja, moet een stukje rijden, Deze ja. keer kom ik er een keer goed vanaf. Want meestal moet ik uh, vanuit het man. noorden ergens heen. Ja, ja oké. Okay. Nou, mooi. Ja. Hé, hey, Baptiste, ik, ik wil toch ook even uh, hebben over het uh, stuk manifesteren... waar jij natuurlijk ook uh, ja. in zit... Um, ik zie ook, laat ik het zo zeggen, we hebben het net ook over uh, zielsmissie gehad. Over, uh, ik, ik zie ook heel veel uh, manifesteren vanuit ego. Als in, ja. ik wil die auto. Of ik, ho, 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 ja, hoe zit dat? Ho, ho, <kijkt> hoe, hoe kijk jij daarnaar? Kunnen we alles manifesteren? Of is dat soms ook helemaal niet de bedoeling? Of omdat we het net ook al hebben van, ja, nee, maar sommige mensen... Je, je moet toch uh, ja, een ander pad bewandelen? <laughs> Uh, ik, ik, kan je, ik, ik heb op een gegeven moment uh, de vraag gesteld van waarom lukken bepaalde dingen en waarom lukken bepaalde dingen in het even niet. En waarschijnlijk hebben jullie het allemaal wel gehad dat je bepaalde dingen makkelijk moeiteloos manifesteert en andere dingen gaan heel erg moeizaam. Ja. En daar zijn heel veel antwoorden op. Uh, maar het allerbelangrijkste heb ik geleerd is dat er zijn twee dingen die heel belangrijk zijn als het om manifesteren gaat. Het eerste dat heel erg belangrijk is... Probeer je zoveel mogelijk met je bron, met je ziel te verbinden. Hmm. Ik zit nu op een punt dat ik twee uur per dag mediteer. En dat is echt gericht op het verbinden met mijn bron, met mijn ziel. En dat doet twee dingen voor me. De, het eerste is dat ik me uh, in contact kom met wie ik werkelijk ben. Uh, maar ik merk dat die bron intenties heeft. En die intenties die zijn vaak heel anders dan wat mijn persoonlijkheid of mijn ego wil. En ik merk dat mijn leven veel meer gaat stromen wanneer ik die intenties van mijn ziel of mijn hogere zelf uh, probeer te manifesteren. Uh, ik voel me dan gedragen en ik voel dat ik op een pad zit. Ik denk dat iedereen een, een, een blueprint heeft, een element. Uh, hè? Fred moet in dit leven natuurgeneeskundig therapeut zijn. Het moet niet, maar dat is denk ik heel dicht bij zijn zielsmissie. Ik, ik, ik moet boeken schrijven en films maken en remote viewing doen. Dat zit heel, heel dicht bij mijn zielsmissie. Ik had nooit gedacht dat ik remote viewing zou doen... of dat ik boeken zou schrijven of dat ik een film zou produceren. Nooit. Maar vanuit mijn, mijn persoonlijkheid was ik advocaat en dat was wat ik zou doen. Alleen die ziel, die wil iets... en als die persoonlijkheid helemaal die andere kant op gaat... dan krijg je dus dat enorme inner, innerlijke conflict... en dan voel je je echt afgescheiden van het leven in je. Dus... Mijn eerste tip zou zijn, stem je zoveel mogelijk op de bron af. En het, het, het sterkte is om eigenlijk helemaal geen intenties te hebben. En ik weet dat het heel moeilijk is, want iedereen wil hè, een nieuwe auto of een huis of een partner of een nieuwe baan of dat. Mensen willen van alles manifesteren. Maar wanneer je je afstemt op de bron, kom je tot een soort van eenheidsbewustzijn, een heelheidsbewustzijn, waarin je eigenlijk ervaart alles is er al. Je bent al goddelijke intelligentie, je bent al onvoorwaardelijke liefde. En, voor die bron, voor die ziel is het zeer makkelijk om al die dingen te manifesteren. Er kwam iemand naar me toe die ook in mijn remote viewing vaste groep zit. Die is hier, die woont in Leeuwarden. En eh, die wil een bepaald bedrag manifesteren voor een project wat ze nu wil doen. En ze voelt dat dat project heel erg uit haar ziel komt. En nou, ze noemde dat bedrag. En ik zei, oh dat is een makkie, dat is een makkie om dat bedrag te doen. Als je echt in contact komt met wie je werkelijk bent, hè, je goddelijke ziel. Dan zal je zien dat al die dingen heel makkelijk zijn om te manifesteren. En dat is ook de boodschap van Anita Mordjani. wanneer je afstemt op die energie van je ziel, dan komt alles wat werkelijk bij hoort, moeiteloos naar je toe. Nou, mm -hmm. natuurlijk zijn er nog steeds mensen die die verbinding niet voelen. En zeggen, ja, ik wil vanuit mijn persoonlijkheid dit of dat of dat of dat. Dat is ook helemaal oké. Okay. Maar hoe meer je met je ziel in. in in aanraking komt en, en daarop afstemt... en ik doe dat nu inmiddels twee uur per dag... en voor mij, ik zie dat als werk... Hè? ik zie dat van, ja, ik kan, ik, ik, ik kan allerlei dingen doen... maar voor mij is het het allerbelangrijkste... om op die ziel zoveel mogelijk afgestemd te zijn. Dan begint alles te stromen, dan krijg ik ook inzicht... en dan voel ik, oh, mijn ziel wil dat doen. En dan voel ik een enorm gevoel van thuiskomen... van liefde, van dankbaarheid... en dan, dan voel ik, oké, okay, dit wordt gedragen... en dan meteen, hop, die synchroniciteit te komen. In... Dat bewustzijn van de ziel bestaat tijd ook helemaal niet. Dus een, een, een manifestatie hoeft helemaal niet lang te duren. Nou, stel nu dat je dat werk nog allemaal niet gedaan hebt, wat is er dan heel erg belangrijk? Is dat je kijkt naar de programma's in je onderbewustzijn. Want heel veel mensen die de dingen niet manifesteren die ze willen aantrekken, dat komt vaak door het programma's in hun onderbewustzijn. Ik heb uh, geleerd dat jij uh, bijvoorbeeld. Hier wel heel erg glad, oh ik kan dit of ik mag dit of ik ga dit creëren of ik mag dit creëren. Maar je onderbewustzijn bepaalt, nou Bruce Lipton praat erover, Jody Spencer praat erover, uh, Greg Braden praat erover, maar je ziet het ook in het werk van Neville Goddard, ons onderbewustzijn bepaalt eigenlijk wat we wel of niet aantrekken en wat we wel of niet manifesteren. Um, en hoe programmeer je je onderbewustzijn? Je onderbewustzijn programmeer je door het hele tijd te blijven visualiseren. En Waarom is dat zo belangrijk? Wie heeft er wel eens gehaald bij een film, dat je een film kijkt en dat je haalt? En dan kan ik eigenlijk vragen wie niet. Weet je, je zit bij een film en IT e bijvoorbeeld toen ik heel klein was. Ja, ik huilen, huilen bij IT? Ik ook. Je kijkt die film. En uh, ja, IT e. gaat dan op een gegeven moment weg. En dan, IT uh, e. komt niet meer terug huilen. Nou, die film kwam uit in, ik denk, 1986 of zo. Of nee, 1983 eerder, maakt niet uit. Maar ik was toen zes, zeven jaar, huilen om IT. E. Toch wist ik als zesjarig al dat het een film was. Maar ook als we volwassen zijn, huilen we bij films. Dat komt omdat het dus onderbewustzijn het verschil niet kan zien tussen wat echt is en wat niet echt is. En waarom is dit zo relevant? Als je dus dingen blijft visualiseren die niet echt zijn en je voelt ze alsof ze wel echt zijn, op een gegeven moment gaat jouw onderbewustzijn dat accepteren als een realiteit en dan gaat het dat voor jou manifesteren. Begrijp je? Dus ja, want je moet het ja. eigenlijk dus al echt dat, dat voelen. Hè? Dat, ja. dat het... ja. Dus je moet het niet alleen hier geloven... maar je moet het in je onderbewustzijn geloven. En ja. Dat noemen ze een paradigma. En een paradigma zijn eigenlijk uh, de programma's... die je in je onderbewustzijn hebt. Bijvoorbeeld, uh, er zijn... Een Heel, hele goede voorbeelden van. Hè? De eerste zeven jaar van je leven die bepalen. Bijvoorbeeld als je ouders altijd moeite hadden met geld verdienen, dan neem je dat over. Want je, je neemt niet over wat je ouders zeggen. Je neemt de energie over en wat ze doen. Dat neem je over in de eerste zeven jaar. Wow. Dus als je dat patroon wil doorbreken, dan uh, moet je dus nieuwe programma's creëren in je onderbewustzijn. Nou, iedereen heeft wel iedereen heeft de secret gezien of gelezen. Niet? Ja. Nou, The Secret, uh, geregisseerd door Drew Harriet, dat gaat over de law of attraction, hè, de wet van aantrekking. Um, maar wat in die film niet aan bod komt, zijn twee dingen. Die ziel, wat wil die ziel? Mm -hmm. uh, he, want het is allemaal vanuit de persoonlijkheid. Ja, ik wil die auto of ik wil die baan of ik wil die partner of ik wil dat geld manifesteren. Ja. Maar er wordt niet gevraagd waarom wil je dat en waar komt die intentie vandaan. Um, maar als je, dus dat is belangrijk van wat wil mijn ziel manifesteren, want dan ben je op je krachtigst, want dan word je gedragen door je essentie en door wie je werkelijk bent en dan komen ook de synchroniciteiten. Mijn tweede is dus die programma's die in je onderbewustzijn en die kan je veranderen, maar de meeste mensen die, die, die benaderen dat als een amateur. He, want als je gaat manifesteren, we doen alles serieus. En overal stoppen we tijd in. Onze sport nemen we heel serieus en alle hobby's die we hebben. Maar als je wil manifesteren, moet je het ook als een pro benaderen, merk ik. Ik stop daar heel veel tijd in. Um, en ik denk dat mensen het soms te weinig tijd stoppen in het creëren van nieuwe programma's in hun onderbewustzijn. Mm -hmm. En wij denken altijd: ja, hoe kan dat nou? En je ziet het ook, er zijn super intelligente mensen die hebben alles van alles gestudeerd en alles gedaan. Maar ze hebben bijvoorbeeld problemen met geld. Aantrekken. en je hebt mensen die ja, op het eerste gezicht niet zo intelligent zijn en heel makkelijk met geld zijn, hè? maar die hebben dus andere programma's in je onderbewustzijn. Dus het gaat er niet over hoe intelligent je bent of hoe hard je werkt. Het gaat om die programma's in je onderbewustzijn plus je zielsmissie. Dat zijn voor mij de twee belangrijkste punten om te manifesteren wat je werkelijk uh, ja, ja. kan manifesteren. En, 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 hm, en eigenlijk... hoe kunnen we bij, ja, bij mag die zielsmissie? Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Omdat uh... Wat mij opvalt daarin, dat is dat op het moment dat ik wil manifesteren, dan blijven mensen bezig met wat ze niet hebben. Ik wil dat hebben en ik word ermee geconfronteerd dat ik het niet heb. Het niet hebben is een heel andere frequentie dan het wel hebben. Dus iemand moet, op het moment dat jij het bedenkt, visualiseert, heb je het gemanifesteerd. Dan bestaat het in energetische vorm. Ja. Ja? Maar dan moet ik het hier moet ik het neer gaan zetten. Uh, en dat klinkt heel eenvoudig wat ik nu ga zeggen uh, maar ik ben in de zendmodus dus ik ga zenden want ik wil die auto ik heb een auto gemanifesteerd trouwens, heel grappig maar, <laughs> um, hey, maar ja, dan moet ik hem ontvangen ja, dan moet ik uit die zendmodus ik moet in de, in de ontvangstmodus uh, want als ik, als ik uh, NPO 1 wil zien, maar ik stem af op NPO 2 dan zie, ik, uh, dan zie ik dus. Zou het sowieso en, niet nee, doen? Maar... Nee, nee oké. Okay. Heel slecht voorbeeld. <laughs> Heel slecht voorbeeld. TV moet het eruit. Het principe, het principe is dat mensen dus eigenlijk blijven in de frequentie van het gebrek. Ik heb het niet. Ja, maar dat is dus ook een, een, een programma. Eh, want als je in je onderbewustzijn al gelooft dat je het al hebt. dan ga je het eigenlijk onbewust. Uh, aantekenen. De meeste mensen die succesvol zijn of die makkelijk manifesteren, die zijn eigenlijk unconsciously competent. Ze weten eigenlijk niet wat ze doen. Daarom zijn hele succesvolle mensen. Want oh, we gaan die kopiëren, neurolinguistisch programmeren. Je kan iemand eigenlijk niet. Je kan John De Mol, ik noem maar iemand. Ja, we hadden over tv. Uh, die kan je <laughs> ik ken... niet kopiëren. Snap je? Um, maar het zijn dus ook die programma's in je onderbewustzijn. Daarom kopiëren. Werkt niet. Want je bent A, niet trouw aan je werkelijk element, je ziel. En B, je moet kijken naar de programma's die je onderbewustzijn hebt. Ja. Hoe creëer je nu nieuwe programma's in je onderbewustzijn? Dat is een hele belangrijke ja. vraag. Ik denk dat dat de belangrijkste vraag is. Dat doe je. Stel nou, je wil iets manifesteren. Nou, iedereen kan nu wel even iets. Denk even allemaal aan iets wat je wil manifesteren en wat je nog niet gemanifesteerd hebt. Oké, okay, denk even na, doe je ogen dicht. Denk aan iets wat je graag wil manifesteren. Wat je moet doen om het te manifesteren. is zorgen dat je onderbewustzijn het accepteert. En dat betekent eigenlijk. dat je het gaat geloven. in je onderbewustzijn. En je gaat het. en. en. en maar je dan zeg je. ja, maar wacht even. ik geloof het nog niet. ik wil het wel. maar ik geloof het nog niet. Wie heeft dat? Wie herkent dat? dat je het wel wil. maar je gelooft nog niet dat je het kan krijgen. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Daar zit dus ook. de gap. de discrepantie van ik wil het. Maar ik geloof het nog niet. En dat, dat geloof is dan dat, dat, een... dat is in je onderbewustzijn. Ja. ja, dat is dus het paradigma. Dat is het programma in een onderbewustzijn. Je, dus je hebt een programma in je onderbewustzijn dat zegt: Ik geloof niet dat ik dit kan manifesteren. Ja? Ja. Of dat ik dit heb of dat ik dit kan krijgen. Nou, dat programma kan je dus niet deleten. Dat is het eerste probleem. Hè? Want je denkt: Ja, ik wil dat deleten. Nee, dat is er. Ja? Ja, de, en dat komt door opvoeding of wat dan ook. Ja, dat, de... dat komt inderdaad door met name wat er in de eerste zeven jaar gebeurt. Okay, dat ja. is in je onderbewustzijn, uh, heeft zich dat geïntegreerd. Dus je kan het niet deleten. Maar wat je wel kan doen, je kan het vervangen door een sterker programma. Ja? En dat sterke programma in je onderbewustzijn creëer je door het te blijven visualiseren en blijven voelen alsof het zo is. Dus die gevoelens in je hart van het is er al. Die gevoelens van heelheid van oh het is er al. Ik dank je wel. Die gevoelens van liefde die je hebt op het moment dat je dat specifieke eh, ding wat je wilt manifesteren hebt. En dat moet je blijven herhalen en blijven doen tot dat. Al, tot dat nieuwe programma het oude programma vervangt en dan is er ja, een, een dag. Ik heb dat al verschillende keren meegemaakt wanneer dus een programma het oude programma vervangt is, dan is er een dag en je bent helemaal niet meer met je manifestatie bezig en in één keer, boem, wordt het in je schoot geworpen. Zo werkt het vaak en daarom zeg je ook mensen die eh, op een gegeven moment beginnen te manifesteren, in één keer gebeurt het gewoon, moeiteloos. Ja? ja je bent niet meer in de ja. modus van ja. ik wil het hebben. Ja. Het, het, het is al in je onderbewustzijn in één keer, het boom. Dus het is al in je onderbewustzijn ja. en dan is het, kom je een combinatie ja, van Het heeft het zich ook al. al gemanifesteerd. Ja. Het heeft zich gemanifesteerd op het moment dat jij het bedacht hebt, heb je het gemanifesteerd. Maar dan zit het, dit is een lastig voor mensen, maar dan zit het in een andere frequentie, een ander bereik. Maar in niet-stoffelijke vorm zit het in jouw vortex, noem het maar. Ja. Het zit in jouw energie. En dan is dus de, de moeilijkheid vaak van, oké, okay, He, hoe, hoe, hoe zorg ik ervoor dat ik het aanraak? He, dat, ik het, dat ik het beleef, dat ik het echt, echt heb. En, en waar ik iets over wil zeggen, dat is van, er zijn hele grote, nou noem het man manifestors. Um, ik heb in de loop van de tijd echt hele vermogende cliënten gehad. Schatrijk. Niet gewoon rijk, schatrijk. En uitermate ongelukkig. En dat is een cliché. Um, maar het is wel echt waar. He, die letterlijk tegen mij zeiden, ik heb alles. En dat ik zei, volgens mij hebben we er weinig lol van. Dat was ook zo. Want ze voelden zich eigenlijk gewoon ellendig. En wij denken dan van. zij hebben gemanifesteerd. En ze zijn daartoe in staat. Maar eigenlijk niet in de verbinding waar jij het over hebt. Ja, ja dit vind ik dus belangrijk. Even zo belangrijk. goed kunnen ze dat manifesteren. Maar het is een soort van. leeg geworden of hol. Ze hebben van alles nagejaagd. Maar ze zijn daarbij uit de connectie gegaan met wie ze werkelijk zijn. Ook vaak eh, om, om zich. Um, uh, ja, om zich te bewijzen. Ik, ik heb dat met een, een cliënt gehad, die was een fantastische kerel van vertrouwens, maar die heeft een, uh, een, die heeft een groot bedrijf, uh, uit... ik kan geen namen noemen, maar een groot uh, bedrijf uit de grond gestampt. Hij was zo dyslectisch als de pleurus, maar met een enorm vermogen tot visualisatie. Dat zie je wel eens vaker bij mensen die. Uh, en uh, ik had gewoon leuk contact met die man. Hij zei: Als je in de buurt bent, wil ik je mijn bedrijf laten zien. Ik zei: Nou, dat is goed, ik was in de buurt, ik bel hem, Past het. Ja, hij zei: Kom even langs. Hij zei: Ik. Uh, en hij gooit die deur open en hij zegt van... Aanschouw hier mijn minderwaardigheidscomplex, zei hij. <laughs> ik zei, nou, ik zei, dat is geen gering complex. <laughs> en dat was het ook. Maar hij had het zelf al lang al door. Hè, want we liepen daar doorheen. Wat een fantastisch bedrijf. Hoor. Ja, hij zegt, maar ik, ik moest mij bewijzen. Ik ben alleen maar bezig geweest om het te bewijzen. Dus dan kun je manifesteren, maar niet in connectie met. Exact. En, en, en dat is een beetje het punt dat ik wil maken. Het kan beide. Kijk, je kan vanuit het van, van... ik, ik, ik heb mm. iets te bewijzen, maar dat is niet vanuit heelheid... vanuit eenheidsbewustzijn, vanuit mm. je ziel. En het allerbelangrijkste in manifestatie is... en daarom zo belangrijk om te mediteren... en om zoveel mogelijk contact met je bron te maken... is als je eenmaal beseft mm. wie je werkelijk bent... je bent godsbewustzijn. Je bent onvoorwaardelijke liefde, oneindige intelligentie. En ik blijf dat herhalen tot je het in elke cel voelt en ervaart en tot je het ook in je onderbewustzijn helemaal accepteert. De reden dat je, dat je moeite hebt met manifesteren is omdat je nog niet helemaal geaccepteerd bent wie je in essentie bent. Wij zijn Mooi. God. Op het diepste niveau zit ik hier helemaal alleen. Ik ben Gods bewustzijn en jullie zijn allemaal extensies van Gods bewustzijn en we ervaren onszelf als individuen, maar we zijn geen individuen. We zijn één groot veld van liefde en Gods bewustzijn. Nee. En als je dat ervaart, kan je alles manifesteren. Er is geen enkel probleem, er is geen limiet. Alles is energie. En dat is een verhaal uit de Bijbel... Hè, waar mensen altijd hun nek over, of hoofd over breken. Van naar het schijnt, en daar was hij ook niet de enige in... was die Christuspersoon in het verhaal ja. in ieder geval in staat... om te materialiseren in het moment. He, dus hij blijkt op een of andere manier... He, die, die, uh, die belemmering die wij dan hebben... Uh, blijken mensen op dat niveau, want hij was niet de enige hè, waar dat van gemeld is. We hebben hier ook saai baba gehad, die dat uh, ja. bleek te kunnen. Um, hè, dus zij hebben blijkbaar een of andere barrière opgeheven, waardoor er niet een vertragende factor meer in zit. Hè, maar ik vind het heel belangrijk van als ik iets wil manifesteren, is het dan in lijn met wat ik voel? Maar dan kom ik op waar we het straks over hadden: van wanneer ben ik in connectie met mijn ziel? Ja, dat is als ik, mij, als, ik, als, ik, als, ik, als ik heel happy ben. Als dat lichaam ook voelt wat het eigenlijk bedoeld is. Dat is een energetisch ding. Dat, 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 dat stroomt, dat leeft. Dat. En dan is mijn lichaam gewoon plezierig, prettig aanwezig. Ja. Alles stroomt, ik voel van alles, ik ben helder. Ik ben, dat is eigenlijk onze, zou onze normale staat van zijn moeten. En wat is het element zijn. van je ziel? Hè? Ja. Mozart moest muziek maken en Federer moest tennissen. Ja. En Tim maar moest waar is het blij drinken. van? Nou ja daar, daar word je, ik word er ook blij ja. van om te doen ja. He, want um, en niet om mezelf op de borst te kloppen maar ik heb bepaalde aanbiedingen gehad waardoor ik bijvoorbeeld veel meer geld had kunnen verdienen maar dan voelde ik hier binnen wat gebeuren ik denk van ja dat is allemaal leuk maar ik, ik, ik voel daar een weerstand ja op. tuurlijk maar ik bedoel dat is een hele belangrijke hè? stel nou uh, dan kan ik tegen iedereen zeggen van oké okay, je krijgt 100 miljoen maar je bent totaal disconnected van je ziel dat zou jij nooit doen, toch? Nee, nee omdat ik ja. ook die voorbeelden voor mijn neus ja. uh, heb gehad. Ja. Uh, waarin mensen ook zeiden: van ja, ik heb het nu allemaal. Hoe ja. ik ermee? Ja. Dus, 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 dus die... ja, nou ja, mijn bankrekening is. Uh... Die verbinding met je essentie is zoveel meer waard dan, dan geld. Ja. Ja. Uh, en iets anders, hè. Dus, dus een vraag. Ik, ik zag dat laatst, uh, uh, volgens mij, op, op social media. Er was een jongen op straat en die zei: uh, als ik je nu. 10 miljoen geeft, zou je zou je het accepteren? Als ik nu die vraag aanstel, als ik je nu 10 miljoen geef, zou je die zou je dat aannemen? Ja, ik zou het. Ja, aan... zou je aannemen. Ja, ja. ja. Oké, okay, je krijgt nu die 10 miljoen, maar morgen vroeg leef je niet meer. Zou je dan nog nemen? Nee, natuurlijk. Neen, zie je. Maar dan zie je dus dat leven belangrijker is dan geld. Ja, ja? toch? Ja, zeker. Ja, En leven is wat we zijn. Dus. Je, die verbinding met je bron, en Anita Morjani zegt dat ook heel mooi, Op, uiteindelijk kom je erachter dat alles wat je wilt, dat je dat al bent. Want vanuit die bron zijn die manifestaties eigenlijk heel erg makkelijk. En dat is ook het Jezusverhaal. Ja. Jezus ging niet met, met, met ezels vol met geld of met bezitting of huizen en zo. Nee, hij kon onder spot manifesteren. Dat wilde, want ja, waarom zou hij dan allerlei bezittingen bij zich dragen? Want hij kan manifesteren wanneer hij dat wil. En hij zei ook, he, seek first the kingdom of heaven within... and then all else will be added on you. En als ik het goed begrijp, daar is wel de discussie over... is kingdom of heaven in het Aramees, de taal van Jezus, bewustzijn. Dus zoek eerst het bewustzijn en dan komt alles, al het andere vanzelf naar je toe. Eckhart Tolle zegt, if you get the inside right, the outside will fall into place. Dus volgens mij de sleutel tot manifestatie is afstemmen, doe het werk, stem je af op je bron... en je zal zien dat je God bent en dat je alles moeiteloos kan manifesteren. Mooi, dat en dat horen we te weinig. Er is niet een leraar op school geweest die jou verteld heeft... hey, by the way, jij bent God, ik heb jou niks meer te vertellen. baptist. Nee, baptist dit is blasfemie in de ogen van ja. heel veel mensen. Ja. Dit is blasfemie en hier ja. hebben wij een conflict over gekregen in de tijd. Tim. Over dit deel van is God binnen jezelf of buiten jezelf. Is hij zeker? Ja. Ja, dat leidde op een gegeven moment zelfs tot een soort scheuring. God is niet buiten jezelf. Ik word nee, nee, dat krijg God... ik berichtjes van: jij ja, je moet je bekeren. Ja, ja, God, dat ja. christendom ja. en uh, je hebt allerlei van die types. Ja. God is buiten je. Ja. Nee, wij zijn zelf God. Nou ja, ik, be, ik benoem Maar God is net, ja, energie. Ja, ja, maar ik benoem net de innerlijke intelligentie van het lichaam. Hè, hoe is het mogelijk? Hè, en, en ik maak er wel eens, het is niet eens een grap. Ik zeg tegen vrouwen wel eens: ja, maar jullie hebben een intelligenter lichaam als ik. Jullie kunnen een heel kind manifesteren. Ik ben maar een simpele man, ik kan dat niet. Jullie lichaam is intelligenter. Maar het zeg, rare een, is. Een, een ingrediënt van ons nog. Ja, ja, natuurlijk. <laughs> We zijn nog niet overbodig, ja, gelukkig. <laughs> Bijna. Maar um, ik kan het ook anders benaderen. Want dat zou, als, ik, als, ik hier, als ik hier een brood zou hebben. en ik zou daar een mens uit, uit uh, creëren. dan dacht iedereen dat ik God was. Maar iedereen die doet dat hier uh, elke dag. Je eet wat, en ik eet geen brood, maar heel veel mensen eten brood. En dat wordt een mens. Dus er zit iets in mij, in mijn spijsvertering, waar we werkelijk geen bal van begrijpen. We kunnen nog zo druk doen en allemaal wetenschappelijke blabla bla ophangen. Maar die spijsvertering is zo ongelooflijk complex. Hoe is het mogelijk dat ik vandaag van alles naar binnen heb gegooid. En dat die intelligentie hier weet wat het is, weet wat erin hoort, waar het naartoe moet, wat er weer uit moet. Dus die innerlijke intelligentie creëert hier een heel mens. Maar mijn hersenen snappen er werkelijk geen hele bal van. Ja. Mooi. Nou, ik zou, ja, ja. ja? Nee, doe maar. Ik zou graag een verhaal willen delen. Um, toen ik net op mijn spirituele pad begon, ik begon met de Power of the Heart. Ja, ik wist niet hoe ik een film moest produceren. Ik wist echt ongekend hè, wat je, ja. wat je gewoon ja, ik, ik, ik wist helemaal niet hoe ik moest <laughs> doen. Dus um, en ik had ook helemaal geen budget. Maar ik dacht: ik ga iedereen die met mij wil praten, ga ik interviewen. Uh, en uh, ik zal zijn naam niet noemen, maar dit is een sjamaan en die woont... het is een Engelsman en hij woont in het Schwarzwald in uh, Duitsland. En die was in Utrecht voor een lezing in een keldertje in Utrecht. Nou, ik denk dat er twintig mensen waren. En uh, die man die zei dus dat hij uh, uh, alleen maar in het bos wilde leven... omdat hij daar in een hoge frequentie kon zijn in de natuur. Dus die moest in Utrecht een lezing houden voor twintig mensen, kwam uit Duitsland... En, um, dus hij was even in Utrecht, maar hij wilde niet te lang blijven. En ik had gezegd, ja, nee, ik ben een film aan het maken over de power of the hard. Nou, mag ik je interviewen? Dus ik mocht hem interviewen. En wij zaten daar en toen heb ik een hele belangrijke les geleerd. Ik zat tegenover hem, die man had witte kleding aan, lang haar. En wij zaten tegenover elkaar en ik was hem aan het interviewen. En in één keer keek ik hem aan en ik zag alleen maar licht en twee ogen in het licht. Zijn fysieke lichaam was verdwenen in het licht. En ik keek naar hem en ik, ik dacht, wow. En in één keer keek ik naar mezelf en ik was ook verdwenen in het licht. En het enige wat er nog gebeurde was dat er alleen maar dus vier ogen in het licht uh, waren. Dus ik zag zijn ogen en ik zag mijn eigen ogen. En hij had mij dus meegetild naar zijn vibratie. Onbewust of bewust, ik weet het niet. En in één keer besefte ik, wow, ik ben dus dit licht. Ik ben dus dit, dit veld van licht. En dat, dat, kan dus, dat fysieke lichaam kan zelfs verdwijnen in dat licht als je naar een hele hoge frequentie gaat. En in één keer wist ik alles, oh, alles gaat lukken en, en, en ook oké, okay, alles komt goed. Uh, en, en het was net als ik dus contact had met die hogere intelligentie, of ik had contact met die hogere intelligentie, dacht, wauw, dus dit is wie ik ben, ik ben dit licht. Alleen die man die gaf mij dus net dat setje om daar te komen. Dus iemand die in een hoge vibratie is. Die kan anderen meetillen. En dat is dus het ripple effect van wat wij hier doen. Als wij allemaal in een hoge vibratie gaan, ons hart openen, in, in, in hartcoherentie komen, in dankbaarheid, in liefde gaan staan, dan tillen we de mensen mee. Dat is het Maharishi-effect. Nou, daar zal je vast over gehoord hebben. En dan creëer je dus dat ripple effect. Dus probeer niet je partner te veranderen of de mensen in je familie te veranderen. maar verander je eigen vibratie en je tilt ze mee. Je tilt ze mee omhoog. Gandhi had gelijk. Be the change you want to see in the world. Je hoeft niets anders te doen dan alleen maar aan jezelf te werken... en daarmee verander je de hele wereld. En als wij dat blijven doen en jij blijft dit soort shows maken... dan gaan wij heel Nederland in een hoge frequentie zitten. <laughs> Fred, ik zie dat jij nou, hierop nou, wil reageren. Dit is, dit is die entrainment. En uh, je had het even over Hard Mad Institute... Uh, ga zoeken mensen op het Hart Institute. Die doen een heel interessant onderzoek, waarbij ze dus mensen op verschillende plekken in de wereld een sensor geven die ze op hun borst plakken en die uh, de hartfrequentie doorgeeft aan een centrale computer. En dan blijkt er iets heel uh, bijzonders te gebeuren. Die groep mensen die willekeurig zijn op allerlei plekken in de wereld zitten, uh, die krijgen een connectie en die hartritmes gaan zich aanpassen. Je krijgt een entrainment, ongeacht de afstand die er is. Want we hebben het over manifesteren, maar wij, het is heel belangrijk dat we samenkomen. Maar als we in bewustzijn gaan, jij noemt meditatie, ik doe dat ook dagelijks, ik doe dat altijd ochtends vroeg. Dan ook, dan hoeven we dus niet eens bij elkaar te zijn om wel die connectie, om die verbinding te hebben. Dus het is grappig weet je, om wat materiële dingen te manifesteren. Dat is gewoon, ik noemde net een auto, maar dat is, dat is gewoon lollig. Maar dit gaat over manifestatie, manifestatie van hele wezenlijke dingen. Eh, omdat wij, eh, in je eentje kan je wat, maar op het moment, ik heb veel met groepen gewerkt. Op het moment dat je dat in een groepsproces doet, hoor ik ook altijd van de deelnemers: ik kom in de groep altijd verder dan alleen. We zijn hier met z'n allen. Eh, en we hebben het over manifestatie. Mm. Wat, wat wil ik nou werkelijk manifesteren? He, want waar ik mee geconfronteerd word, wat ik zei, van mensen die alles hebben, werkelijk alles, en, en niet meer van gekkigheid weten wat ze nog moeten doen, en er dan op het, het cliché, clichés zijn altijd waar, en die dan ernstige gezondheidsproblemen krijgen, He, waarbij ze zich zo ziek en ellendig voelen, denk van wat wil ik nou het liefst manifesteren dan? Ik heb al die dingen. En waar wij op verkeerde been gezet worden, is denk ik ook van. Heel veel mensen denken dat hun denken en hun bewustzijn Beperkt is tot hun hoofd. Het is niet beperkt tot je hoofd. Iedereen denkt oh, ik denk in mijn hoofd. Maar wat blijkt? Je hebt het EEG, het elektroencefalogram, waarbij we hersenonderzoek kunnen doen, polen op je hoofd plaatsen en gedachteactiviteiten gedachte meten. Dat zijn frequenties. We kunnen dat zichtbaar maken op een scherm. Maar tegenwoordig hebben we ook het MEG, het Magnetoencephalogram, waarbij de polen niet meer op je hoofd staan, maar buiten je hoofd. Waar je dezelfde uh, meetwaarden krijgt. Wow. He, dus wij zenden iets uit. En je hebt de onderzoeken van Cleve Baxter, die altijd voor gek verklaard is door de wetenschappelijke wereld. maar die fantastische dingen heeft gedaan en nu schoorvoetend erkenning krijgt. Een van de experimenten die hij gedaan heeft, die mij het meest bijgebleven is. dat hij de cellen nam van een persoon. en die plaatste die 50 kilometer verderop in een laboratorium. Vervolgens stelt hij die persoon bloot aan hele intense beelden. Dus humor, geweld, oorlog, seks, dat soort dingen. En toen bleek dat die cellen in het laboratorium exact dezelfde reactie geven als de cellen in het lichaam van de persoon. Zonder tijdsvertraging. Hij heeft ook een experiment gedaan waarbij die partners die in een relatie zaten uit elkaar haalden en de een ging blootstellen aan lichtflitsen en dan in de visuele cortex achterin je hersenen de reactie ging meten. En de partner die een heel eind verderop zat, had exact dezelfde reactie. Wauw. Dus ons bewustzijn is iets, iets veel en veel groters. Maar wij zenden dus iets uit. Mm. He, jij hebt het over manifesteren. Hoe manifesteer ik? Wij leven in een veld. Je zit hier continu, bevinden wij ons in een veld, in een energieveld. Uh, het is door de wetenschap uh, heeft wanhopig geprobeerd heel lang om het te ontkennen. Want ja, ze konden er niks mee en noemen nu het nulpunt-energieveld. Ja, en ook het werk van Lynn McTaggart, waar je ja, ook ja, over naar Ja, had. ja. Uh, maar dat, is dus, dat, dat zijn frequenties. Uh, dus er is een veld en ik zend daar mijn gedachten. Wat frequenties zijn, zend ik uit in dat veld. En dat veld reageert daarop. Ja. Uh, dus ik manifesteer eigenlijk de hele dag, uh, maar meestal onbewust. He, en hij zei, ik, ik, ik zei, die auto, dat was grappig. Ik had een bepaald idee over een auto. Ik denk, ik wil die auto, want dat mag niet van de regering, dus ik wil hem hebben. He, het, is, ja. het is de laatste vijfcilinder die rebellen, heb gebouwd. moest dat je rebellen ja, ja, maar dat, ik denk, wel krijgen jullie krijgen wat? Ik wil hem hebben. Wat, wat ook, maar wat? Ik, op het moment dat ik had, hem, ik had het echt bedacht, ook de kleur. En ik had er niet meer aan gedacht. En op een gegeven moment belt mijn garagehouder op, Fred. Hij zei, je moet even komen kijken. So, en <laughs> ik zie die auto. Ik denk, ja, krijg nou wat? Ik had er niet meer aan gedacht. Ja. moeten we ook bijna afronden. Ook over de, de tijd en de wereld waar we nu in zitten. Hoe kunnen we een mooiere wereld ook manifesteren? Ook door dit soort. Ja, Baptist noemt het. Um, he, hoe kunnen wij dan onze frequentie? En ik heb altijd wel een beetje idee, bezwaar tegen de term verhogen, maar laten we zeggen veranderen. He, hoe, kom, hoe kom ik in een andere uh, frequentie? En, ik probeer iets hier iets over te dragen en wij proberen allebei ook... ik heb te weinig tijd, maar om dat ook wetenschappelijk te onderbouwen... zodat het bevattelijker wordt voor ons. Maar dat wij gaan zien wat onze werkelijke kracht is. Ik heb het jou ook horen benoemen van... dit gaat heel sterk over je gevoel van eigenwaarde en de waardigheid om te ontvangen. Baptist zegt ook, van, ja, als je iets wil manifesteren, moet je het wel geloven. Anders breng je het nooit in lijn met de werkelijke macht en kracht... Die jij vertegenwoordigt. Maar geloven wij dan nog niet in een mooie ja, wereld. Maar we dus ook geloven in je onderbewustzijn. Want mm -hmm. we kunnen het hier wel geloven. Je ziet dat soms bij mensen hè, die, die van alles geloven over zichzelf, maar je voelt gewoon dat het niet congruent is met wie ze werkelijk zijn. Iemand, dit is heel interessant en dit gaat over beïnvloeding. Onze onderbewustzijns communiceren constant met elkaar. Mensen die echt iets geloven in ons onderbewustzijn, communiceren met jouw onderbewustzijn. En als jouw onderbewustzijn ja zegt, omdat jouw onderbewustzijn gelooft dat wat die ander zegt waar is, dan ga je daarin mee. Ik weet niet of jullie begrijpen wat ik hier zeg. Ja? Dus, een iemand die iets probeert te verkopen, de een zegt, nou ik geloof niet, want dit is een sleazy uh, verkoper. Maar deze verkoper, die voel ik. Ja, ik wil dat product hebben. En dat is dus iemand die ook echt in zijn onderbewustzijn gelooft dat dat geld voor dat product het waard is. Begrijp je dat? Ja, ja je dus zeker. Goede verkopers die geloven in hun onderbewustzijn dat hun product dat waard is en dat ze het waard zijn. Ja. En het onderbewustzijn van de ander reageert daarop en zegt, oh, ik wil dat hebben hier, hier is het geld. Zo gaat dat. Ja. 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 En een heel belangrijk punt, echt, ik kan het niet genoeg benadrukken. Ik vind het zelf een rotverhaal, maar ik sta er ook aan bloot. Uh, dat was eigenlijk waar het ook een beetje over begon. Uh, wij worden bewust vergiftigd. Bewust. Ja. Uh, er worden al heel lang virussen geproduceerd in laboratoria en in de populatie losgelaten. Ze weten uh, bijvoorbeeld dat krik uh, een hele goede manier is om die virussen in een soort van slaaptoestand te houden. Maar die virussen die gaan daarvan eten. Die gaan, daar, die gaan dat omzetten in neurotoxische stof. Wij krijgen zoveel shit binnen... He, en we komen er niet aan toe, maar jij nee. stelde mij vanmiddag een vraag... over wat er gebeurt met de jeugd. Mm -hmm. Ik heb zelf nog jonge kinderen. Dat we daar ons zorgen over maken, ja. Ze vroegen van pap, ga je het over ons hebben? Ik zei ja, ik ga het over jullie hebben. En <laughs> <laughs> dat wilden ze ook, het zijn Kim en Kjeld. Maar um, ik maak mij ernstig zorgen als vader. Een van de grootste uh, stressfactoren die ik heb... is van hoe hou ik ze gezond in deze wereld. Het is een bombardement als je kijkt wat er bij kinderen naar binnen gestopt wordt. He, en het is... Ik ben altijd de boeman. I'm the one who pisses everyone off. Maar het zij zo: um, als je kijkt wat er in snoep zit, als je kijkt wat er in voeding toegevoegd wordt, ah, dat kan toch geen kwaad? Helaas. Het kan heel veel kwaad. Het is aspartam, het is asfalfaam, het is mononatriumglutaminaat. Het, is, het zit praktisch overal in. Dit zijn officieel stoffen die gelabeld zijn als excitotoxins. Ze zijn giftig voor onze hersenen, het zenuwstelsel, het stapelt in je lichaam, het vormt pockets in de hersenen. Dat het zenuwstelsel loopt heet. Het is verslavend. En ze weten dat. En daarom wordt het toegevoegd. Het zijn alle kunstmatige zoetstoffen die onze, onze uh, uh, darmbalans overhoop halen. Maar ook het zijn hormoondisruptors. Dat, dat zenuwstelsel, uh, jij zei van hoe komt het dat zoveel jonge mensen waar ik mee geconfronteerd word, wat niet zo hoort te zijn. Er is een enorm probleem onder jongeren met allerlei psychische problemen die niet herkend worden. Er vormt zich een chemische soep in die hersenen. Het hele elektromagnetisch veld van jouw hersenen raakt verstoord. Zorg dat dat lichaam schoon wordt. Want ik zie elke keer opnieuw, als het lukt, als iemand in staat is om het te doen, en ik, vraag, ik snap dat dat wat vraagt van de persoon, dan zie je de rust weerkeren, de klachten verdwijnen omdat je de en, en de connectie kan weer gemaakt worden. En, en wat zijn dan de oplossingen? Hè? Want je had het over um, Medical Medium. Die zit ook ochtends sap Ja, zochtens, uh, zelder ja dat detox ook smoothies. Voeding, uh, voeding, voeding, voeding. En fooding. wat doet dat sap precies? Dat haalt de metalen uit je. Nee, nee. Maar. Het, 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 uh, het wolt ze eigenlijk een beetje los. Uh, het maakt ze wel, het maakt. Ze hebben een charge, ze hebben een lading metalen. En uh, bleekselderijssap heeft heel veel mineralen, zouten, sodiumclusterzouten, die eigenlijk die lading van die metalen neutraliseren. Okay. Uh, andere methodes zijn er om, uh, ik noemde dat net even heel snel... zijn er om die metalen ook uit de weefsels te trekken, te binden en af te voeren. Want dat moet echt zorgvuldig gebeuren. Uh, maar het is ook vooral de virale belasting die niet begrepen wordt. Hè. Er is zelfs een hele beweging van, ah, virussen bestaan niet... Nou, Dan mag je het anders noemen, maar er zijn ziekteverwekkers. En het zijn geen bacteriën in dit geval. Uh, en um, dit vind ik zo belangrijk om te begrijpen. Dit is de informatie van Anthony William of Spirit of Compassion. Virussen voeden zich in het lichaam. En met wat zij eten, produceren zij toxische stoffen. Uh, dus zo'n rijtje uh, uh, eieren. En dan balen mensen van eieren, gluten, soja, mais uh, en melkproducten. Dat eigenlijk perfecte voedingsbodems zijn... Voor uh, bepaalde soorten virussen. Een van de redenen is dat uh, bijvoorbeeld eieren is bedorven als voedingsmiddel, omdat er van die gain-of-function virussen in laboratoria worden gecreëerd, die ze kweken op eieren. En ook biologische eieren? Ook biologische eieren. En ei, het eiwit van een kip, maar vooral in de is uitermate geschikt om virussen op te kweken en ook kweken op te doen. Dus hebben ze virussen gecreëerd die een voorkeur hebben, die zijn, opge, opge, zijn gekweekt. Op eieren. En dat gebruiken ze dus als favoriete voedingsbodem. En het zijn niet. Want daar, dat zie je altijd. De een kan tegen gluten en de ander niet. De een die, die kan eieren eten en de ander wordt doodziek als hij het eet. De een, het is niet het voedingsmiddel in zichzelf. Maar het zijn eigenlijk zijn het de ziekteverwekkers. die zich voeden met een bepaald voedingsmiddel. en daar toxische stoffen uit maar, maar welk proteïne? Hè? Want eier is wel bekend als een hele goede proteïne. Ja. Wat, wat, wat zou je dan adviseren? Nou ja, de, alles is opgebouwd eigenlijk uit proteïnen. Ja, dus kikkererwten. Uh... Kikkererwten is prima. Maar uh, bijvoorbeeld, waar mensen nooit aan denken. zijn de, de, de heel goed opneembare proteïnen uit rauwe spinazie. Ja. En wij worden. En ik ben ook zo geïndoctrineerd. Ik, hey, ik ben een sporter, ik heb veel gesport, uh, vechtsporten gedaan. Uh, de... Proteïne, 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 proteïne. Dat, dat wordt erin geramd al generaties lang. En dat is dus een waarheid geworden. Maar als je, um, als je heel nuchter gaat kijken. dan kun je zien dat van alle zoogdieren, als ik het zo moet noemen. moedermelk het laagste is in vet en eiwit van alle dieren. Het zijn vooral complexe koolhydraten. Uh, en er is een raar idee ontstaan. Uh, als mijn lichaam kan proteïnen maken, mijn lever kan dat, uit bijvoorbeeld mineralen zout en glucose. Is die heel goed in staat om een aminozuur te bouwen? He, maar vooral in die sportwereld, in de krachtsportwereld, ja, je moet heel veel mm -hmm. dierlijke eiwitten. Maar dat moet eerst door dat lichaam worden afgebroken. Dan moet die complimenten allemaal gaan herschikken. En dan moet hij nog kijken of hij daar een proteïne of... ja, van we... heeft. Hé mannen, sorry hoor, we moeten echt ja. omwille de tijd. Ik ja. zou heel graag hier um, ja, een apart. Dienst, ja, echt apart ja. Uh, hier eens over op willen nemen. En ja. is, ja. zelfs misschien eens kijken of we een training of wat dan ook uh, kunnen gaan maken waar mensen echt wat aan, aan kunnen hebben. Want het is zulke waardevolle. Informatie. Ik wil hem ook heel erg even positief uh, hopelijk uh, afsluiten met jullie. Ja. En dan kunnen mensen een aantal vraag stellen. We moeten echt, uh, omwille van de tijd, moeten we door. Uh, toch ook, hoe, ja, ja, hoe kijken we nu naar deze tijd? We zijn hoopvol. Super positief. Ja, ik, 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 ben ik ben kan hef. niet beter. Dus beste tijd ever. Ik ben, eh, uh, ja. ja, nou in die zin dat ik wat <laughs> ik eerder benoemd heb. Ik, om, ik hoor mensen lachen in, ja, en ja, een ja. beetje ja, nee, van, ik, ik kijk over een langere periode. Eh, wat, ik, wat, wat, wat Baptiste ook opgemerkt heeft van. Eh, tien jaar geleden hoefde hij niet aan te komen met zijn verhaal in wezen. Ja, jij bij bepaalde dingen niet. Nee, Nederland nee, maar, niet. Nee, nee. Nee. En voor mij gaat het over een periode van ruim 30 jaar. Um, en nu zie je een, een enorme acceptatie van dingen die ik toen aan de orde stelde en, en gewoon werden weggelacht. Maar nu gewoon algemeen als veel meer geaccepteerd. Hoe kan dat? Door die shift in die frequenties, door wat er met de planeet gebeurt. Ja. Leg uit, wat, toch nog in het kort, wat wat nou ja, er Dat, is, dat weer? is weer, ja, ik mag het woord verhogen niet gebruiken... Ja, maar, maar, maar veranderde, de frequentie van de planeet verandert... en daardoor verandert onze frequentie. En in bepaalde gebieden in de wereld was de frequentie al hoger. Bijvoorbeeld de westkust van Amerika, ik denk ook bepaalde gebieden in Zuid-Amerika... Maar dat gebeurt nu ook hier in Nederland. En ik denk dat Nederland best wel in Europa een land is wat relatief, zeg maar, een beetje voorloopt. Heel, heel in het kort. Er ja. zijn plekken in de wereld, inderdaad, dat klopt, die hebben een andere frequentie. En waarom, een van de factoren is dat wij hebben een geheugen, maar de aarde heeft ook een geheugen. Ja. En wat mij opgevallen is dat er soms, dus uit gebieden waar nooit oorlog is geweest, daar is nooit oorlog geweest. En daar zie je heel veel spiritualiteit eigenlijk. Want daar is het veld van de aarde zou je kunnen, minder, minder vervuild, zou je kunnen zeggen. En, en nu gaat die aarde in zijn totaliteit naar een andere frequentie. Dus wij bewegen door dat universum, en komen in een ander energieveld terecht. En dan gaan ineens veel meer plekken ineens. Maar, maar, die, maar die frequentie verandert dus omdat, omdat wij onze aarde in een andere... Andere energie is geraakt, ja. Oneensie 2012 is, geraakt. is een enorme shift geweest. En dat is ook... Mensen ja, ah, flauwkeul. Nee, het is ook wetenschappelijk. Ze moesten zelfs... Vliegtuigbanen gaan verleggen. omdat de magnetische polen gingen shiften. Ja. ja. Die gingen verschuiven. Maar het was ook wat ik mij herinner. dat op een gegeven moment. Uh, was, was er zo'n fase. waarin allerlei walvissen. zo het strand opzwommen. Ja. En dan probeerden ze. ze dus terug te slepen in de zee. en die draaiden zich om. en die zwommen zo weer het strand. en niemand begreep. wat er gebeurde. of niemand. Ik zat daarnaar te kijken. ja. Uh, uh, die polen die zijn, die, zijn uh, die, die beesten navigeren op die magnetische polen. Die magnetische polen die hebben een verschuiving gemaakt en zij moeten zich heroriënteren. Op een gegeven moment was het afgelopen. Ja, je ziet, ik bedoel, Avatar, hè, de eerste gedeelte, je ziet op een gegeven moment, hè, die mensen proberen al die grondstoffen van die navi, die blauwe grote wezens uit die aarde te halen. En op een gegeven moment gaat de aarde zich ermee bemoeien. Al die dieren komen en die lossen het op. Kijk, de aarde heeft geen probleem. De mensheid, de mensheid heeft een probleem. De aarde heeft ons niet nodig. Uiteindelijk kan de aarde alles weer schoonmaken. En wij zijn misschien zelfs wel een virus soms. Vanuit het perspectief van de aarde zou je kunnen zeggen ja of nee. Hè? Maar het gaat om de mensheid. Het gaat niet om de aarde. Met de aarde komt het wel goed. Die aarde is ook heel vergevingsgezind ja. geweest tot nu toe naar ons. Als ik aarde was, had ik misschien nog gezegd van... Nou, het nou, is klaar met jullie. Ja. <laughs> het, is, het is niet voor niets noemen we het moeder aarde, Gaia. ja. ja. Ja, een Onze levengevende moeder. planeet ja. en in mijn visie is het ook een vorm van bewustzijn. Wow. Wat willen jullie nog een laatste woorden misschien meegeven aan de mensen hier en de mensen thuis om af te sluiten, Baptiste? Ja, ik laatste dat, mooie woorden. Ik, 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 <laughs> jongens, open je hart, werk met name aan jezelf. Be the change you want to see in the world. Als je Nederland wil veranderen, want we zijn nu in Nederland, werk meer aan jezelf. Ga verander je uh, vibratie, je frequentie. Open dat hart. Wanneer je hart opent, liefde ervaart. Wanneer je in hartcoherentie bent, dan gaat je brein open, word je intelligenter. Stem je af op je bron, mediteer. De antwoorden komen vanzelf naar je toe, moeiteloos. Mooi. Super. Je bent, uh, je bent niet zwak, je bent niet machteloos. Je uh, functioneert vanuit een enorme intelligentie. Uh, laat je niet wijsmaken dat je onmachtig bent of dat je niet waardig genoeg bent om te ontvangen. Er is voor iedereen is, is genoeg aanwezig op deze planeet. Er is geen schaarste, dat wordt ons gewoon aangepraat. Mooi, dankjewel, heren. Jij ontzettend bedankt voor het kijken en het luisteren naar deze Vijfstalk. En natuurlijk jullie ook ontzettend bedankt, dames en heren, voor jullie komst. En uh, ik zie je graag in volgende Vijfstalk. Ciao, ciao.